Even testen, we gaan zo direct om 2 uur beginnen met de live uitzending van Nederland Werkt Door TV.
Even testen, we staan zo direct over 1 minuutje live. Even kijken, test 1, 2, 3. Goedemiddag, van harte welkom vanuit Grand Hotel Huis ter Duin bij Noordwijk aan Zee. Het is vandaag zaterdag. Het is zaterdag 15 mei. En we hebben een leuke uitzending voorbereid. Ja, als ik het zo volgens mij hoor. Is het 13 mei vandaag. Oh, zei ik dat? Sorry. Ja, jij bent 15, dacht, volgens mij is het 13 mei, nou, maar heb dat geeft het niet. Verklapt. Het is morgen moederdag en daar was ik serieus met mijn hoofd dan in. Dan is het 14 mei. Daar moeten we straks met de eerste gast ook even over praten. Gaan we nog over hebben. Ja. Maakt niet uit. Het is in ieder geval mei en buiten schijnt de zon. En het is hier heerlijk aan het strand. We gaan straks wel even bij Brekers een hapje aan het strand eten, mag ik hopen. Lekker, want het is echt eindelijk lente. Maar eerst eventjes een hele mooie uitzending maken natuurlijk met prachtige gasten. We gaan straks natuurlijk praten, zoals eigenlijk bijna iedere keer wel even, met de gast hier van vandaag, Stefan Stokkermans. Hij heeft heel bijzonder nieuws. Daarna gaan we praten met Hans Seelen. Die heeft een X-clip systeem. Ja, kun je in één zin uitleggen wat een X-clip systeem is? Nou, ik zeg in verkapte termen, maar dan kan je op een blinde manier hout met elkaar verbinden. En die kan je dus bevestigen aan een muur bijvoorbeeld, zonder dat je schroeven en dingen ziet. Oké, ik ben heel benieuwd. Nou, ja. Hans gaat ons er straks van alles over vertellen, want het is revolutionair voor de hele bouwwereld. Het gaat het lekker allemaal op zijn kop zetten en het worden hele mooie systemen. Dus denk ik ook. Als je al bezig bent met de verbouwing van je huis, leg het stil en wacht het eventjes af. Stop. Daarna gaan we praten met Tom Slichting.
Hij is een spreker, hij is comedian, hij is eigenlijk de leukste afsluiting die je kan hebben voor je evenement. Ik kan het wel weten. Ik ben bij een heleboel evenementen geweest en hij is echt een topper, hij is hartstikke leuk. Hij gaat ons van alles vertellen over alle shows die hij heeft gegeven en hoe hij daarmee omgaat. Hij geeft ook coaching voor speakers, et cetera. Hartstikke leuk. Ronald Bos stond op het programma. Ja, hoe zit dat? Maar die is ziek vandaag. Helaas ging die het niet redden. Die komt volgende maand, dus die houdt u absoluut van ons te goed. 10 juli. Ja. En dan hebben we nog een hele bijzondere magische gast. Ja. Meer ga ik niet zeggen. Maar dus 10 juli ook absoluut, 10 juni, sorry, absoluut kijken. Maar dan heb ik in plaats van Ronald Bos, die we dus te goed houden voor de volgende keer, gaan we eventjes kijken naar Women in Tech. Want daar hebben we nieuws over en we gaan ook naar Parijs binnenkort. Nou, blablabla. Oh, dat is leuk. Dus daar gaan we dan straks ook eventjes naar kijken. Eerst maar eventjes kijken, voordat we met Stefan Stokkemans beginnen, wat wij de afgelopen tijd hebben gedaan. Want er is weer van alles en nog wat om ons heen gebeurt. Zoals bijvoorbeeld de gouden giraf die hier, nou verderop, ik zit een beetje te wijzen hier, maar bij Valkenburg in de terminal uitgereikt. In de hangar inderdaad, in Valkenburg was dat. Heel erg mooi, dat is het evenement van de evenementenbranche. Ja. Dus daar komt iedereen die wel eens een evenement heeft georganiseerd, die komt daar naartoe. Mm-hmm. En dan worden de beste evenementen worden beloond met een gouden giraf. En wij mochten allebei in de jury zitten dit jaar, hè? Ja, jij was voor media en PR-waarde. Ja. Dame Jatten, die heeft die categorie gewonnen. Ja, nou ja, het evenement wat georganiseerd werd voor Dame Jatten, en dat werd georganiseerd door Obsession en Live Legend. Dame Jatten, dat is een hele grote boot. Amos 80, geloof ik dat het heette zo. Daar worden er dan maar 3 van verkocht. En dat is helemaal geweldig als dat ik heb vroeger ook voor ze gewerkt, trouwens. Jij voor Dame? Ja, moet al 6 jaar gedaan worden voor Dame Jatten. Nou ja, zij hadden in ieder geval dat heel goed gedaan in coronatijd om toch inderdaad bij die doelgroep terecht te komen. En dat is natuurlijk de truc. Hè? De truc is niet om een zo groot mogelijk of duur mogelijk evenement, maar een evenement wat echt zijn doelen behaalt. Dus dat is een van de redenen dat zij gewonnen hebben. En mocht ik hen de prijs overhandigen, die gouden giraf. Dat was echt ontzettend leuk. Obsession en Live Legend. Veel meer categorieën waren er. Deze deed ik bijvoorbeeld, de innovatie. Philips Lifestyle heeft die prijs gewonnen. En zo kwam het een na het ander te zien. Die zijn allemaal terug te vinden, al die winnaars, met natuurlijk enthousiaste gezichten erbij van op eventbranche.nl. Ja. Dus dat is wel handig om het daar eventjes bij elkaar En dan kun je ook weer je evenementen inschrijven voor volgend jaar. En dat gaat heel breed. Dat zijn publieksevenementen van de Margriet Winterfair tot inderdaad een bootlanceringsevenement tot aan, verzin het maar. Alle evenementen kunnen daar terecht. Inderdaad. Ik pak ondertussen dit boek even erbij, want dit heeft dus te maken met de Gouden Giraf. Dat werd toen ook uitgereikt. Daar stonden wij natuurlijk ook in met een trendverhaal. Ik heb hem hier eventjes erbij gepakt. En het mooie is, want dat gaat over wat er in de evenementenbranche op handen is. Hè, hoe de evenementen ingericht worden de komende jaren. Vond het heel spannend, hè? Van gaan we nog wel weer live na de hele corona? Gaan we voor het allemaal livestreamen? Wij zien dat livestreamen weer een beetje wegzakken. Hè? Niet ieder evenement heeft meer standaard een livestream erbij. Want een soort hybride processen zou het moeten worden, maar inderdaad. Uniek zijn om erbij te zijn, inderdaad. En dat artikel is ook in Duitsland trouwens verschenen, in Next Live. Die werken weer samen met eventbranches. Zo komt alles weer bij elkaar. Dus je kan beginnen met je internationale carrière. Ja, de eventbranche is hartstikke leuk. We doen heel veel goed voor de evenementenbranche. Dat wil ik ze echt eventjes nageven. Dat we ze daar ook heel dankbaar voor zijn. Sjoerd en Robin en consorten. Ja. Dat is echt fantastisch wat die allemaal voor elkaar krijgen. Dus dat maar eventjes gezegd is. Ja. Nou ja, dan verder hebben wij nog een heleboel andere dingen gedaan. Doorheen, een beetje media even snel tussendoor. Nou ja, wat echt los is gegaan de laatste paar maanden is het ChatGPT. Daar hebben jullie vast wel van gehoord. Kunstmatige intelligentie dus. Generative AI, zoals het dan met een mooi woord heet. Kunstmatige intelligentie, inderdaad het zelf schrijven van teksten, et cetera. En dat kan ook gevaarlijk zijn. Ik heb zelf bij Max gezeten, je liet het al even zien. Dan zie je rechts een foto waarop ik zou willen dat ik leek. Maar dat ben jij dus ook? Nou ja, volgens de AI ben ik dat, laat ik het zo zeggen. Maar de AI, en daar zit gelijk het gevaar, die speelt in op je ijdelheid. Dus die doet je boezem iets omhoog, je lippen iets omhoog, je jukbeen er iets omhoog. En dan is er van iedereen wel iets te maken, zoals je ziet. Maar de AI gaat ook aan de slag met bijvoorbeeld stemmen. En daar heb ik bij Tijd voor Max al voor gewaarschuwd. Mm-hmm. We kennen misschien allemaal wel inmiddels de sms'jes of de WhatsAppjes die je van je kind krijgt van papa, mama, ik sta zonder geld. Ik heb een nieuwe telefoon, kan je geld overmaken? Maar inmiddels worden de ouders gebeld door de stem van hun kind. Van ik ben aangereden op de snelweg. Dus en het leven is echter. Ja, en mijn auto ligt in de plas en ik heb nu gelijk de €800 nodig om het hier af te kopen of de ambulance te regelen, wat dan ook voor onzin. En als je je kind in paniek hoort, als je die stem hoort, dan denk je dit is echt en dan ga je daarop in. Dus er zitten wel dingen aan.
waar ik voor gewaarschuwd heb bij Tijd voor Max. Tijd voor Max, maar ook voor de Telegraaf, een uitgebreid interview. Telegraaf had weer een iets andere inzag. Dat ging dan over deepfake, of je inderdaad aan foto's kon zien hoe het was. En wat dan natuurlijk de nuttige toepassingen waren. En jij hebt zelf gezeten volgens mij bij... Bij Radio 1. Radio 1, BNL. De kantine, zo heet dat, op zaterdagmiddag. En dan zit je 2 uur lang over, inderdaad in dit geval ook weer kunstmatige intelligentie te praten. Dat is in Rotterdam, hè? Dit was de uitzending vanuit De Doelen in Rotterdam, inderdaad. Rotterdam. En dat is meestal het geval trouwens. Niet alle uitzendingen komen uit Hilversum. Maar we moeten met z'n allen naar de mensen toe. Kunnen niet allemaal uit Noordwijk komen. Juist. Dat dus. Maar goed. Goed. AI houdt in de gaten. Ja, inderdaad. Als u er meer over wilt weten, zijn wij natuurlijk te boeken voor lezingen, voor keynotes, voor panels, et cetera. Via onder andere De Spreker, daar hebben we nu ontzettend leuk contact mee. Die is ook erg goed erbij. En u zag hem al even in beeld Showbird. We hebben hier Hassan Taghi in de uitzending gehad. U kan hem terugkijken op de pagina. Ik denk dat het 3 maanden geleden is. Dat klopt. Want dat is denk ik de uitzending van november december. Hij is dat begonnen, Showbird. Dus hij wilde daar eigenlijk het boekings voor artiesten van maken. Hè? Of hoe noem je zoiets? Het platform. Een beetje booking. Booking of taxi's, Uber-achtige platform. Ja. Anyways. En hij wordt daarin nu gesteund door Robert Doornbos. En Wilfred Gené, die zit ook in dat platform. En daar zijn ze heel erg enthousiast mee aan de slag. En heel erg transparant. Dus dan kan je zelf uitzoeken. Dat gaat van clown tot kok, tot spreker, tot danser, tot whatever kan je op dat Showbird vinden. Ik zag Wilfred Gené, want dat was hier in het gebouw, wordt ook Harry Mens opgenomen. Eigenlijk is Huis Terduin inmiddels een soort van multi-tv-studio geworden. Clubhuis. Maar daar was Wilfred Gené dus aan het zingen met... Dankzij het tuinpad van mijn vader zong. Ja, geweldig. Ja, dat was inderdaad hier. Nou, dan gaan we zo eventjes vragen aan Stefan, want die heeft er vast wel meer insight-informatie over. Zijn we al zover? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we al onze onderwerpen wel gehad hebben eigenlijk. Anders wordt u ook zo moe van al onze... Zo is het. Onze moeten we ook niet hebben. Dus we gaan door naar de eerste gast. En dat is inderdaad Stefan Stokkermans. Goedemorgen Stefan. Dank je wel dat we hier weer in Noordwijk in Huis Verduin. Fijn hier zijn. Aan mogen schuiven. Ja, ik zei het net al eventjes, maar het is inderdaad één grote tv-studio hier aan het worden. Hè? Ja, een beetje Mediapark Noordwijk, zullen we maar zeggen. Wat goed. Was jij erbij bij de uitzending van Wilfred Gené, die toen bij Harry Mens was? Ja, dat was wel hilarisch, Dat was leuk, hè? Dat ze wel aan het zingen waren. Ik moet altijd zo lachen hoe ze hem een beetje, voor gek zetten in hun programma, maar daarmee hem eigenlijk heel erg hypen. Ja. Ontzettend in het spotlight zetten. Heel erg mooi. Maar goed, we zitten hier niet om te rottelen over andere gasten. Dat gaan we zeker niet doen. Maar het is wel leuk dat het hier zo'n tv-minded hotel is. Dat vind ik wel heel erg mooi. Stefan, jij hebt iets bij je, je hebt iets voor je. En wij lazen het ineens op alle social media's. Want jij bent geëerd met een lintje. Dat klopt. Ik werd 2 weken geleden verrast dat het de koning behaagd heeft mij te onderscheiden. En in dit geval ridder in de orde van Oranje Nassau te maken. Zo. Laat hem eens goed zien. Als je hem naast je telefoon legt. Naast je telefoon en dan een beetje omhoog. Zie je hem zo? Ja, nog iets verder. En leg je hem op de grond neer. Of op de tafel neer. Sorry, op de grond. Dan heb je hem, in die camera. Daar zien we hem. Kijk, heel goed in beeld. Maar het lijkt me een beetje te groot om dagelijks te dragen. Ja, die mag je ook overigens alleen maar dragen op officiële gelegenheden. En bij de Oubade op Koningsdag. Ja. Maar het draaglintje zit er ook bij. Oh, kijk. Wat je daar bovenin ziet. Dat zit daar bovenin. Inderdaad. En ik heb voor mezelf besloten dat ik alleen op officiële momenten in Huis Terduin draag. En op andere momenten waar ik Huis Terduin vertegenwoordig. Omdat het is zo bijzonder dat je het ook bijzonder moet houden. Ja, je gaat met alle respect niet boodschappen doen met je lintje op. Dus ook niet de eerste dag dat ik dat even aan de buurman laten zien. Nee, bescheidenheid past daarin. Dat snap ik wel. Ik heb het uitreikingsmoment ook gevangen. Ja. De burgemeester. Wendy Verkleij, burgemeester van Noordwijk inderdaad. Had je enig vermoeden? De ceremonie startte om 10:00. En om 9:15 voelde ik wel aan dat het wel eens tot de mogelijkheden zou gaan behoren, Okay. Maar ze hadden mij een dag tevoren flink te pakken genomen. En daar zat de burgemeester ook in het complot. En toen was het niet dat de koning behaagd, maar toen bleek dat het college besloten had om mij de award verdiende trots uit te reiken. Alleen dat deed ze in een ceremonie alsof het leek alsof ik een lintje kreeg. En dat was natuurlijk ook een hele mooie award. Ja. Maar het was wel even slikken dat het geen lintje was. Ja. Dus geweldig. Je hebt eerst echt nog een nacht liggen. Knarsend tanden dat het niet was. En toen kwam die uiteindelijk toch. Dus het waren twee mooie dagen. Het begon met inderdaad dan de award van de gemeente Noordwijk. Toen lid van verdiensten van de afdeling Noordwijk van de Koninklijke Horeca Nederland.
En ja, de dag later 30 jaar in dienst. Ja. En dat, nou ja, toch echt wel de, natuurlijk de kers op de slagroom met een koninklijke onderscheiding. Ja. Prachtig. En wel verdiend, want je kreeg hem, wat ik zo las, maar je moet zelf aanvullen als ik dingen vergeet. Je inzet voor de sustainability, voor de internationale samenwerkingen. Voor het connecting people and organizations, dus het verbinden van iedereen. En support charity, omdat je inderdaad voor allerlei goede doelen hier met elkaar verbindt. Ben ik iets vergeten nog? Nee, nou ja, het is natuurlijk ook een tijdspanne van 30 jaar. Dus in die zin ben ik gezegend eigenlijk met in dit geval Huis Terduin, die natuurlijk alle vrijheid geeft om daaraan ook mee te doen. En het team van mensen daaromheen, een mooie familie en gezin die dat ook accepteert, dat ik me wat breder inzet. Dat je dan uiteindelijk voorgedragen wordt en die onderscheiding krijgt, dat is dan toch een hele mooie bekroning. Mm-hmm. Heel erg gaaf, inderdaad. Nee, want je bent door Huis Terduin, heb je de gelegenheid om je in te zetten, maar dat wil nog niet automatisch zeggen dat iedereen dat dan ook doet. En dat heb je toch wel intensief gedaan. Het mooie natuurlijk van het vak van herbergieren is dat je heel veel gasten krijgt. En die heel veel gasten hebben hun eigen verhaal ook. Mm-hmm. En sommige zijn ook super mooi. En sommige die zijn nog steeds mooi, maar hebben wel hulp nodig. Ja. En bijvoorbeeld met de vele fundraising activiteiten die we hier doen. En daarnaast is Huis Terduin ook een platform waar je mee kunt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Privoltaire, die we hier organiseren. Ja, ook een onderdeel wat terugkwam, uiteindelijk ook voor de onderscheiding. Daarin hebben we echt de stap genomen om vooruit te kijken van wat kunnen wij nou als Huis Terduin met een aantal partners doen om mensen nog bewuster te maken van sustainability. Ja. En zo heb je diverse initiatieven waarin we inderdaad, waarin je actief kunt zijn. Mooi hoor. Hey, nou, je zei zelf al eventjes, je bent met dat Privoltaire bezig inderdaad. Hè? Dat is een hele mooie prijs voor sustainability eigenlijk. Ja. En daar hoorden wij ook, en daar wil ik toch nog eventjes met je over hebben als het mag, dat jullie tegenwoordig hier bij Huis Terduin een soort extra fee vragen aan de gasten voor de SDG-doelen, voor de sustainability. Transition fee. Ja. Oh, oké. Okay. Hij komt er heel strak uit inderdaad. De SDG Transition Fee. En wij hebben heel lang erover nagedacht van hoe kunnen wij nou heel expliciet kenbaar maken wat wij doen op het gebied van SDG. En wij hebben ervoor besloten om dat inderdaad via een toeslag te doen. Makkelijk gezegd €7,58 per persoon per nacht. Waarin wij inderdaad dat geld allokeren voor alle SDG-doelen die we kunnen ondersteunen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het een bijdrage die indirect de gast natuurlijk levert. En die wij eigenlijk een soort van verdubbelen. En als je dan aan de website van Huis Terduin gaat, zie je eigenlijk continu welke investeringen wij aan het doen zijn. En de ene keer kan dat in educatie zijn, de andere keer kan dat juist weer armoedebestrijding zijn. Het kan op food liggen, het kan op energie zitten. We kijken elke keer heel sterk van, nou, we pakken nu dit project aan, we doneren daarin, we maken het transparant. En op die manier denken wij een bijdrage te kunnen leveren aan de betere wereld. Dan weet de gast ook hoe hij dat, als zij in Huis Terduin verblijft, hoe die dat doet. En dat was voor, dat was wennen natuurlijk. We zijn het eerste was hotel. Was het echt wennen? Hadden mensen echt wel zoiets van, wat zijn jullie nou precies aan het doen? Of waarom doen jullie dat? Een deel van de gasten die kijkt er nog niet eens naar om. Dat is ook eigenlijk in die zin ook natuurlijk, omdat als je kijkt naar hoe een hotelrekening er in het buitenland uitziet, in Amerika of in Engeland, daar krijg je room rates en dan krijg je vijf verschillende toeslagen. Ja. Dus de wat ervaren reiziger die denkt van ja, het zal wel. Maar er zijn ook mensen die zich erin verdiepen. Mm-hmm. En er zijn mensen die ons uitgebreid complimenteren. En er zijn ook mensen waarin we een gesprek moeten voeren. Een soort van principieel bezwaar hebben. Ja. En daar proberen we door middels van overtuiging dat we toch het juiste met elkaar doen. En ze kunnen ook aangeven van, dan vind ik het wel belangrijk dat ook dat aandacht krijgt. Prima, mm-hmm. We nemen dat allemaal mee, die suggesties. Dat kan ik wel voor dat mensen zeggen van, ik bepaal zelf wel aan welke doel ik geef. Ik heb meer met dit of meer met dat. En dat is ook prima, maar ik denk wel dat het iets is, en dat is ook goed. En ik vind dat we daar als toerisme- en reisorganisatie, moeten we daarin voorop lopen. En steeds meer mensen inderdaad, hè, als ze gaan vliegen, kopen ze ook de CO2-compensatie. Ik denk, als we met elkaar willen blijven genieten van deze aarde, dan zullen we daar ook onze bijdrage aan leveren. En hoe mooi is het als je dat eigenlijk een beetje onder het motto de vervuiler betaalt. Ja. Als je in die zin dan het kunt doen. En het mooie is met de constructie die wij hebben, dat je eigenlijk gewoon een stap vooruit maakt. Want het is niet alleen het geld wat we met die fee ophalen. We hebben zelf ook al een verleden waarbij we heel veel bijgedragen hebben.
Dus makkelijk gezegd is het bijna ook een verdubbeling wat we zelf nog een keer doen. Ja. Ja. En uiteindelijk denk ik dat je de wereld beter achterlaat dan dat je hem inderdaad aantreft. Ja. Ja, de normale business gaat ondertussen ook door natuurlijk. Het is moederdag, zoals ik vanmorgen of zojuist al per ongeluk zei. Ik heb het verklapt, jongens. Als je thuis zit te kijken en je denkt, is dat morgen alweer? Dat is morgen inderdaad, dus doe er iets mee. Doen jullie iets aan moederdag hier met, weet ik veel, met leuke activiteiten? Of? Nou, we hebben wel een kleine uitdaging, want er is een gast die in Brekers ook iets te vieren heeft. En die heeft heel Brekers exclusief afgehuurd. Dus daarmee focussen we ons eigenlijk gewoon lekker op de lounge. En op onze brasserie, waarin mensen lekker aan het high-tier zijn. En je ziet ook, nou ja, het is gelukkig allemaal volgeboekt. Mm-hmm. Met mensen die echt gewoon wel met drie generaties komen of met twee. Ja, ja. Die nemen moeders mee en laat haar lekker verwennen. En, je kan ook bij de patisserie iets bestellen van iets lekkers. Dat is ook wel goed. Ja, maar ik ga straks even langs. Helemaal goed. En dan gaan we langzaam naar de zomer toe. Het wordt nu vandaag voor het eerst eigenlijk echt mooi weer. Ja. Kijk je ernaar uit, naar alle coronatoestanden en alle lange winters? Nu? Ja, er is nu geen excuus meer in principe. Dus het is nu gewoon vol gas die zomer in. En je ziet ook eigenlijk dat waar voorheen natuurlijk de trend was dat mensen wat dichter bij huis zijn, zie je nu ook aan de andere kant dat mensen echt gewoon weer weggaan. Ja. Maar ja, we hebben ons historic hotel hebben we helemaal opgeleverd nu. Dus in vorige zomer hadden we dat niet. Dus eigenlijk het gedeelte waar nu de nieuwste kamers zijn. Ja. Die helemaal up-to standards zijn weer, die hebben we nu ook beschikbaar. Dus het belooft een mooie zomer te gaan worden. En de forecast ziet er goed uit. Ondanks dat we inderdaad wel zien dat mensen nu echt wel weer naar Zuid-Frankrijk, Spanje gaan en Italië. Mm-hmm. Is de forecast eigenlijk gewoon prima. Ja. Maar dan krijg je ook wel weer Italianen en Duitsers en Frans met hierheen komen. Ja, Zuid-Europa blijft echt in Zuid-Europa. Die komen met name in de winter richting Amsterdam. Ja. Dat is heel grappig. Hè? Tijdens de feestdagen in december en januari heb je de hoogste dichtheid van Italianen, Spanjaarden op dat moment. En die blijven ook lekker in Amsterdam. Maar voor ons is het met name de Duitse gasten, Belgische gasten en uiteraard de Nederlandse gasten. De Nederlandse gasten. Ja. Nou, helemaal goed. We kijken ernaar uit. Het wordt vast een hele mooie zomer. En ik ga opletten wanneer je wel een nietje lintje of een kleine lintje draagt. Vanavond een mooie gala, dus ongetwijfeld. Okay. En waarvoor? Voor wat voor gala? De Dirk Kuyt Foundation. Heeft een fundraiser. Ja, dus dat inderdaad wel op. Dat vind ik dat je hem mag dragen. Ja, helemaal met goed. Helemaal leuk. Nou, heel veel plezier vanavond. Ja. En nogmaals heel hartelijk gefeliciteerd. En dank dat je weer mocht zijn. Oké, succes. Dank je wel. Dat was Stefan Stokkermans van Huis Terduin. Inderdaad, mooi hoor. Ik vind zo'n lintje wel heel gaaf. Toch? Ja, moet ik jou ook van voordragen? Of ik doe niks bijzonders. Maar ik vind het wel gaaf dat wordt gedaan. Dat mensen die wel iets bijzonders doen, er echt voor worden geëerd. En nou, het ziet er echt gewoon ook echt mooi uit. Het is echt een mooi dingetje. Ja, dat is ook zo. Dus zo. Nee. Ik heb dat ooit wel eens geprobeerd voor mijn tante. Okay. Die was een van de eerste vrouwenartsen die deed in Afrika alles. Maar dat was in een dorp, letterlijk, in Nederland, Zuid-Nederland. Ik zal niet te negatief worden. Ja. Maar dat was een mannelijke directeur en die vond dat eigenlijk dat voor vrouwen helemaal niet zo nodig was. Oh, dat is een mannending. Dat is echt toen afgeschoten. Nou ja, en uiteindelijk had ik ook zoiets van, laat maar. Dus dat was voor mij een beetje een negatieve connotatie daarmee. Ja. Maar sindsdien is het goed gekomen hoor. Er worden een heleboel mensen enthousiast om me heen. En nu dus ook Stefan. Dus ik vind het wel geweldig dat het wel gedaan wordt. Ja, erg leuk. We gaan door met de volgende gast, Richard. Want wij hebben inmiddels alweer iemand aan tafel aangeschoven. Tegenover mij zit Hans Seelen. Welkom. Dankjewel. Leuk fijn om hier te zijn. Leuk dat je hier wil zijn. Ja heel erg leuk om je te hebben. Ja. We hebben een echt innovatieve ondernemer. Zo kan je het eigenlijk wel in één zin neerzetten. We zien hele mooie producten naast je liggen. Ik weet niet of Richard het al eventjes kan laten zien. Nou, dat kan wel hoor. Ja, lukt dat? Hoppakee, kijk, dat zien we net in beeld. En daar ga je over vertellen. Even heel kort voor de kijker. Wie is Hans Seelen? Hans Seelen die is al eigenlijk zijn hele leven bezig in bouwachtige producten op commercieel niveau. Eigenlijk altijd aan de verkoopkant gezeten. Mm-hmm. Expertmanager gedaan, heel veel internationaal gewerkt. Vooral richting Zuid-Europa, gericht voornamelijk op Frankrijk. Bij verschillende houtbedrijven in Nederland. En op een bepaald moment kom je er tot de conclusie dat je commercie heel erg mooi is, heel erg leuk. En tegelijkertijd had ik zoiets van, ik wil iets voor mezelf. Ik wil zelf iets creëren en ik wil mijn eigen lot kunnen bepalen. En dan besluit je op 45-jarige leeftijd om op een gegeven moment te zeggen, we trekken de stekker eruit en we gaan iets voor onszelf doen. Ja. En dat wat is best zeggen ze daar thuis dan van? Ja, dat is een hele goeie. Dat is, ik moet zeggen, alle steun was er. Dus dat was het huwelijk staat nog. Mijn huwelijk staat nog, dat is allemaal prima. En tegelijkertijd is het ook wel heel spannend. Je omgeving zegt van, ja, maar hoezo? Je hebt een mooie carrière.
een fijne baan, je wordt er fatsoenlijk voor beloond, vrijheid, je wordt gewaardeerd. Dat was ook zo. En dat, ik dacht alleen zoiets van, ja, gaat dit doorlopen tot mijn 65ste? En ik denk dat we, nou, jullie zitten nog meer in het IT-gedeelte waar je veel vanaf weet. De wereld gaat zoveel sneller. En ik denk dat je jezelf continu moet vernieuwen. Dus niet alleen producten vernieuwen, maar ook jezelf moet vernieuwen en uitdagingen aan moet gaan. En dat is zo ben ik eigenlijk begonnen. En dat was in eerste instantie meer handel, waar ik het meest mee bekend was. Tussen in de doe-het-zelf-branche. In dit geval tussen China en Zuid-Europa. Zo ben ik gestart. En dat is ook heel erg mooi. Maar ook daar gaat het heel erg snel. China is erg dichtbij. Dus op het moment dat iemand een vliegticket kan kopen, dan kan je spulletjes gaan kopen. Dus dat heb ik een aantal jaren gedaan. Natuurlijk zie van, ik zag meerdere problemen in de bouw en ik zag uitdagingen om die op te lossen. En toen dacht ik van ja, het is leuk om spullen in te kopen, te verkopen. Maar het is nog leuk om iets zelfs te creëren. En iets te maken wat echt de dingen verandert. En zeker met innovatie vind ik dat heel erg interessant. Ja, waar begin je dan? Waar begin je dan? Nou ja, dat is een hele mooie. Ik ben op een gegeven moment in 2017 meerdere keren met beurzenmontage zag ik dat mensen op hun knieën zaten om terrassen te monteren, te schroeven. Zwaar belastend voor je knieën en heel erg tijdrovend. En het eindresultaat, maar dat is persoonlijk, niet altijd even mooi. Schroeven, zichtbare schroeven, dat zou je zo laten zien. Als je dat niet meer hebt, dan ziet het allemaal een stuk mooier uit. Dus dat moet je gaan ontwikkelen. En dat is best spannend, want ja, ontwikkelen, naast het feit dat het geld kost, het levert in eerste instantie ook niks op. Mm-hmm. Dus ik ben daarmee gestart in de 2017, 2018. En daarnaast een interim jobs gedaan om de schoorsteen te laten roken, om mijn huwelijk te redden onder andere. Nee hoor, dat was zeker niet nodig, maar wel om de hypotheek te betalen. Ja. En dan ga je, dus het idee is echt uit de praktijk ontstaan. Op het moment dat je moet gaan monteren, dan moet je uitlijnen, je moet schroeven, je moet boren, je zit op je knieën, het is onhandig. Hoop gedoe. En dat wilde ik veranderen. En met de clip die wij hebben ontwikkeld, wordt dat allemaal voor je gedaan eigenlijk. Je hoeft nog maar één ding uit te lijnen en dat is alleen maar de profielen te monteren. En daarnaast is het een soort mecano-doos, noem het Lego voor volwassenen. Nou, hier zie je dus al een voorbeeld. Dat is de X-clip zoals die in de huidige vorm bestaat en wordt verkocht. Van daaruit ga je die monteer je op de gevel, maar eerst, hier zie je het voorbeeld hoe de plank op de clip klikt. Dus je drukt hem aan en hij zit vast. En er hoeft daarna niks meer te gebeuren. Dus in die plank is een profieltje gemaakt waardoor die pakt, zeg maar. Exact, ja. Dus dit is een speciale X-clip groef. Daar is ook meteen een machine voor ontwikkeld. Mm-hmm. Wij hebben op een gegeven moment gezegd, we moeten dat makkelijker maken voor die houthandel om dat zelf die groef erin te kunnen maken. Hier zie je trouwens heel even de... Want waar is het voor? Het is echt bedoeld, ik ben onwijs een nitwit op het gebied van bouwen, maar het is bedoeld voor de houten buitenkant van gebouwen. Het is gevelbekleding, dus houten buitenkant, okay. Maar het is ook terrassen. Okay. En het is ook plafonds. En ik heb onlangs zelfs een bedrijf gehad die zei, wij gaan het toepassen in de badkamer. Okay. Dus het wordt steeds breder en hout is erg in op het moment. En zeker het verticale gebeuren wordt erg veel toegepast. Mm-hmm. Dus het is behoorlijk breed. We zitten nu plafonds, we zitten ook in wanden interieur. 80% is exterieur en 80% is ook gevelbekleding. Maar wij hebben heel duidelijk gezegd, wij willen een product ontwikkelen. Wij willen de schroevenleverancier van de branche zijn. Ja. Dus we gaan niet het hout leveren. Okay. Nou, als je dat doet, dat is mooi. Maar wat Richard net terecht zei, het is een speciale groef zit eraan vast. Die moet je gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Of die is ontwikkeld, maar daar moet je ook machine voor hebben. Nou, toen wij aan het ontwikkelen waren, hebben we daar een partij voor gevonden die groef in instantie kon maken. Maar dat ging veel te langzaam, kostte te veel geld en te complex. Maar we konden wel starten. En we zijn toen eigenlijk eerst in eerste instantie gekeken, we gaan pilotprojecten doen. Dat hebben we in 2019 voornamelijk gedaan. Toen dat conclusief was, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, dat zag er goed uit, het zat goed in elkaar. Mensen waren enthousiast, we hebben een mooi park gedaan, een vakantiepark op Texel, wat nog steeds al bijna 4 jaar ligt. Toen zeiden we, oké, nu kunnen we de volgende stap maken. En toen hebben we gezegd, oké, 2020, dan gaan we lanceren. En toen kwam corona. En toen kwam onze vriend timing. Corona en die had een goede timing, die deed het op hetzelfde moment als wij dat deden. En dan is het even schakelen, dat was niet echt een fijne situatie. Nee. Maar we waren ervan overtuigd
over het succes van het product. En toen hebben we letterlijk met de poten in de bekende modder gestaan. En toen zijn we gewoon zelf terrassen gaan bouwen. We zijn zelf gevels gaan monteren. Ja, want hoe doe je dat in coronatijd? Je kan niet via een Zoom-call. Je kan het wel uitleggen, doen wij nu ook. Maar het is geen bouwer die zegt, oh ja, doe maar via de Zoom-call. Nee. Warm netwerk, puur warm netwerk. Een aantal relaties van zowel van mijzelf als van mijn compagnon. En die wisten waar we mee bezig waren, hadden onze producten gezien. En die geloofden erin, kom maar. Laat maar doorkomen. En dan moet je ook wel wat consequenties pakken. Dat wil zeggen, je marge ziet er iets anders uit. Maar wij wilden gewoon projecten hebben. We wilden doorgaan. Nou, dat is gelukt. Daar hebben we heel enthousiaste reacties op gekregen. En ondanks dat corona was, hebben wij in Q2 van 2020 wel een distributor aan kunnen stellen. En niet in Nederland, maar in België. Okay. VC Wood, nog steeds een zeer trouwe en goede klant van ons. En die was laaiend enthousiast en zegt, kom maar langs. We houden afstand. We stonden 5 meter van elkaar, geloof ik. Mondkapjes op, alles erop en eraan. En die geloofde in het product. Wilde meteen beginnen. En zo zijn we ook gestart met hem. En hij heeft op een gegeven moment gezegd, oké, prima. De groef moet ingemaakt worden. Ik zei, ja, daar hebben we wel een bedrijf voor. Maar dat is redelijk kostbaar. Nou, VC Wood is een grote speler in de houtwereld in België. En die was bereid om meteen zijn machine aan te passen. En heeft zelf gezorgd dat hij die groef kon maken. Okay. Dus dat was een hele mooie opsteker. Daar zijn we toen goed mee aan de gang gegaan. En in de tussentijd uiteraard ook verder doorgebouwd. En op een gegeven moment, na een jaar tijd, begonnen mensen ons te erkennen en herkennen. Ja. En toen kwamen de mensen naar ons toe. En dat maakte dat is een mooi keerpunt. Dat was een heel mooi keerpunt. Jou weten te vinden. Ja, je moest ook die schaalvergroting moesten we hebben. Alleen zaten we nog steeds met de uitdaging van de groef in de plank krijgen. Wij wisten hoe dat moest, maar er waren geen standaard machines voor. Okay. En die machine heb ik zelf ontwikkeld. Bam, daar heb je hem in beeld. Kijk. Exact, ja. Dus dat is staat er ook op, X-Tip System. Onze eigen machine, daar hebben we half jaar gewerkt. Ik heb dat idee conceptueel helemaal uitgewerkt. Mm-hmm. En dat vervolgens bij een machinebouwer neergelegd. Ja. Want hoe lang is zo'n traject om zo'n machine echt werkend te krijgen? Want dat is enorm. Ja. Dat, ik dacht hem in een paar maanden, maar dat was... Want dat moet ook aan allerlei, weet ik veel, CE-achtige leringen. Hij is CE gekeurd, klopt. Heel goed, dat klopt. Daar moet hij aan voldoen. Dus dat was inderdaad wel interessant, want dat is een lang traject. En we kwamen bij een machinebouwer en in de coronatijd had iedereen de druk. Niemand had tijd. Nee. Maar dit bedrijf, MAZ uit Hengevelde, die waren enthousiast. Die zag mij zitten. Hij zei, ja, ik vind het gewoon mooi. Je bent met een goed product bezig. Ik ga je helpen. Ja. En dat was echt... Ik weet niet hoe ik het ga doen, maar ik ga je helpen. Mijn vader heeft in het verleden houtmachines gebouwd. Ik heb er ook wat verstand van. Ik zit nu met andere branche, maar ik geloof erin. Nou, we zijn aan de gang gegaan. We zijn aan het tekenen gegaan, aan het testen gegaan. En eigenlijk is het de basisidee was binnen een paar maanden klaar. En dan moet je gaan bouwen. Ja. Dus al met al hebben we meer dan zes maanden tot 9 maanden zijn we bezig geweest. In de tussentijd wil je want die machine kost geld, de ontwikkeling kost geld. En we wilden het ding eigenlijk meteen verkopen. En toen hebben wij een hele goede partner in Nederland gevonden. Want die had ons product gezien bij VC. En zei, ik wil het in Nederland voor jullie verkopen. Ik zei, dan moet je machine bij kopen. Hij zei, vind ik een goed idee. En deze man, en dat is echt heel mooi, puur op wederzijds respect en vertrouwen. Hij zei, ik koop die machine van jou. Er stond alleen maar een paar schetsen op papier. Helemaal niets voor de rest. Dus dat was wel heel, heel indrukwekkend. Dat is helemaal mooi, want je investeert toch vreselijk veel tijd. En al die tijd moet de hypotheek betaald inderdaad. En geld, want zo'n machine bouwen zal toch wel een investeringetje zijn. Dan kan je een mooie auto van kopen. Dat is zeker waar. Maar hij geloofde erin en hij zei, ja, is er één ding. Ik wil wel ook dan rechtstreeks contact hebben met jouw machinebouwer. Ik zeg, dat is geen enkel probleem. Mm-hmm. Want mijn businessmodel is niet om machines te verkopen. Nee. Die machine is puur om jullie in staat te stellen mijn producten, de clips, te verkopen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat is heel goed uitgepakt. Hij is laaiend enthousiast, verkoopt onze producten succesvol. Is met de machine aan de slag gegaan. Heeft gedurende het traject nog dingen aangepast. Dat is wel heel erg mooi. Fijn, ja. Dat is ook wel mooi, Een man uit de praktijk, was betrokken bij het geheel. Wat fijn als iemand dan zo meekijkt. Ja. Precies, exact. En dan krijg je uiteindelijk dus een mooi eindresultaat. Nou, dat was ook op dat moment eigenlijk een keerpunt in het geheel. Mm-hmm. We hadden een machine staan, we hadden een goede distributor in België, een mooie partner in Nederland. En toen kwamen de mensen naar ons toe op een gegeven moment. Ja. En dat was ook nodig. Hè. Je moet uiteindelijk naar die schaalvergroting toe. Ja. We hebben een distributor aangesteld in het zuiden die een bepaald vakgebied doet. Zit voornamelijk in de gevel en in de utiliteitsbouw en de prefabbouw.
De eerste gevehout zit meer in het, hoveniersgebeuren. Mm-hmm. En toen kwam op een gegeven moment een hele grote partij langs. Taps Holland, Van Dam, houthandel. Daar zit onder andere Jongeneel Polmeijer in. Dus dat is een serieuze groep. Ja, en daar hebben we nu hele mooie afspraken mee gemaakt. En ook die hebben eigenlijk van papier meteen een machine gekocht. En dat was de derde, want we hebben ook in Brabant eentje neer mogen zetten. Mm-hmm. En dan heb je dus eigenlijk gezegd, oké, want wij zijn schroevenleverancier, maar dan clips voor de branche. Die willen geen hout leveren, schroevenleveranciers leveren geen hout. En die houthandel zegt ook, wij kunnen veel beter dat hout leveren dan jij. Dus lever ons het systeem en wij gaan het verder invullen. Heb je daar nog last van gehad met dat het hout moeilijker leverbaar werd met die hele Oekraïne-oorlog? Nou, dat ook alweer, want heb je corona gehad, krijg je dat? Ja, de beschikbaarheid werd lastiger, dat klopt. Maar de beschikbaarheid werd opgelost door de prijzen te verhogen. Dus dan wordt de vraag wat kleiner. En omdat wij aan het bouwen waren, hebben wij daar relatief weinig last van gehad. Ja. De volumes die wij deden als start-up, waar het veel lager dan een reguliere houthandel. Ja. En nu is het overigens weer helemaal gereguliseerd. De houthandel is nu is weer goed op voorraad. Prijzen zijn weer op een normaal niveau. Het meeste niet alles, maar wel een aantal. Dus dat gaat op zich goed. En dan is eigenlijk, dan zeggen wij willen altijd bezig blijven om nieuwe dingen te ontwikkelen. En we kwamen in gesprek met Taps. Ja. En die zeiden heel duidelijk van, ja, oké, mooi product. Willen we graag, gaan we mee aan de slag. Maar we willen ook een brandwerende versie. Ja. En waar kwam dat vandaan? Waarom moest het ineens brandwerend zijn? Nou, dat is een hele goeie. Dat is we kennen allemaal wel het verhaal van Londen. Oh, ja. Waar de panelen brandend naar beneden kwamen. En, sinds die tijd is eigenlijk dat heel streng geworden. En in Nederland staan we altijd vooraan wat dat betreft. Het beste jongetje van de klas te zijn. Maar ook in België zijn die eisen streng. Dus daar wordt nu steeds meer op ingezet. Toen dacht ik, oké, er is maar één manier om dat te doen. Het is iets van staal of iets dergelijks te maken. Kunststof is ik zie het hier naast elkaar liggen inderdaad. De kunststof die er al jaren was. Exact. En dan daarnaast van veerstaal. De veerstalen clip. Nou, dit is echt, daar zijn we wel heel erg blij mee. Echt een primeur. We hebben hem net pas gelanceerd. Van de week in Kortrijk was het. Exact. Oh, wow, echte scoop. Ja, hij is letterlijk anderhalve week klaar. Dit zijn de eerste handgemaakte, wel echte modellen. We noemen het nog protos, maar het zijn de reële modellen. We zijn nog een heel klein beetje aan het fine-tunen met de groep, want die wordt iets anders. Mm-hmm. Maar we hebben hem inderdaad gepresenteerd in Kortrijk op de beurs. En dat is wel aardig, dat is een architectenbeurs waarbij je jezelf moet presenteren, het product moet presenteren. En dan gaan zij bepalen of je er wel of niet mag staan. Oh ja. Ja, dus dat was stap 1 eigenlijk. En die beurs zijn we opgegaan samen met onze partner VC Wood. Mm-hmm. Zij hebben dat dossier compleet gemaakt en wij krijgen eigenlijk redelijk snel antwoord dat dat akkoord was. En dat ze het innovatief genoeg vonden om dat neer te zetten. Dus dat is afgelopen week geweest. Daar was ik donderdag en vrijdag, gisteravond laat teruggekomen. Ja, succesvol. Architecten waren laaiend enthousiast. Brandwerend, fantastisch. Nou, echt heel. Dus, maar niet alleen, daar kwamen voornamelijk Belgische partners. Ja. Maar ook Nederlandse partners. Ook mensen uit Frankrijk, ook mensen uit Duitsland. En al die landen hebben nu al contacten daar via de beurs gelegd. En als laatste, en dat is een beetje een kers op de taart, een bedrijf uit Nieuw-Zeeland. Dat is echt heel bijzonder. En die waren zo enthousiast en we staan met die man te praten. Hij zegt, er komen wat over en weer wat netwerken dingetjes naar voren. En wat blijkt, hij is leverancier bij Van Dam onder andere. Kende die toevallig, hij kende iemand anders heel erg goed. Nou, dat was een mega goede klik. Dus hij zei, ja, zit heel simpel, we gaan gewoon beginnen. Ja. Dus X-Clip gaat ook de zee over, zou ik maar zeggen. En dat zal er wel even traject worden om dat handjes en voetjes te gaan geven. Want normaal gesproken, wij leveren het product in het geheel. Dat wil zeggen, het profiel inclusief de clips. Dat zijn profielen die variëren tussen de 2 en de 3 meter. Die profielen zien we hier zitten op de wand, exact. Dat is een heel goed voorbeeld. Dat is inderdaad het profiel wat je ziet, wat ze dus van boven naar beneden monteren. Heel mooi project overigens met IP. Ik ga een beetje naar een vraag stellen misschien hoor. Maar als ik dan kijk naar, doe nog even dat plaatje van die profielen. Ik maak wel boekenkasten thuis. En dan heb ik ook van die strips aan de muur waar ik mijn kast planken aanhang. Ja. Of ik heb zelfs uitstekende ijzeren stangen waar ik mijn plank overheen kan schuiven. Zodat je helemaal de bevestiging niet ziet. En
ik vind je ronduit briljant. Maar als ik je dan hoor over Australië en weet ik wat, denk ik, is dan nog nergens op de wereld bedacht dat dit zonder schroeven kon? Omdat je dan al wel doet. Er zijn heel veel clipsystemen waarbij je toch nog één schroefje moet gebruiken. En dat is vaak het punt. Maar dat is een hele terecht en goede vraag ook trouwens. Ik zou bijna blijven dat soort vragen. Want nee, het is er dus niet. En dat is het bijzondere. Er is een conculega, zoals dat zo mooi heet, die heeft een bepaald product. Dat zei die Nieuw-Zeelander ook, ja, dat product ken ik. Werkt ook met een klik, ook zonder verschroeven. Maar, zegt hij, als je daar de plank op klikt, dan hebben ze de neiging om te gaan verschuiven in de lengte richting. Ja, dat moet niet hebben natuurlijk. Nee. Ja, exact. En dat is eigenlijk de vorm, de unieke vorm van de X die je ook ziet. Doordat die X zo gevormd is, als je die plank gaat schuiven, opent die X zich en dan kan die niet meer verder. En je kan er in feite iedere plank en in maat aan. Ja, je hebt wel eisen. Wij stellen wel eisen. Ook een hele goede en terechte vraag. Wij stellen wel eisen aan het hout. Wij werken voornamelijk met thermogemodificeerde houtsoorten. En dan moet je denken dat het zijn houtjes die gaan de oven in. En waardoor de structuur en de eigenschappen van het hout worden veranderd. En wat verandert dan? Het werkt niet meer. Mm-hmm. Of niet of nauwelijks. En het rot niet meer. En die twee elementen zijn heel erg belangrijk. Zeker bij gevelbekleding. En het groot voordeel van thermohoutjes ook nog eens een keer, het zijn allemaal snelgroeiers. Dus in het kader van duurzaamheid en op onze planeet en de natuur en de mens letten, sturen we daar heel erg op. Wij leveren natuurlijk niet het hout, maar wij kiezen wel onze partners die op diezelfde manier werken. FSC is denk ik een bekend fenomeen. De partners waarmee we werken doen in ieder geval FSC-houtjes ook. En zorgen ook dat ze met duurzaam bosbeheer samenwerken. En dat zijn hele belangrijke dingen. Dus duurzaam, brandwerend inderdaad? Brandwerend is inderdaad, ons systeem is brandwerend. Dan ga je vervolgens een hout erop zetten en dat noemen ze dan brandvertragend. Dus dan kan je brandvertragend laten behandelen om aan bepaalde brandklassen te komen. Nou, brandklassen zijn verdeeld in D tot en met A. A is het alleroogste, daar valt alles onder wat staal is. En daarna kan je naar andere materialen. En hout kan je dusdanig laten behandelen dat het een houtklasse B heeft. En dat is volgens het bouwbesluit datgene wat je moet hebben. Okay. Dus dat is heel erg. Ik leer je nog dingen. Waarom doen ze dan niet alle vensterbanken eerst even in de oven? Dat zou mooi zijn, hè? Ja, maar die oven is alleen om het houtje stabiel te krijgen en niet te laten rotten. En die behandeling voor die brandvertraging is ook best wel een kostbare zaak. Een grote gebouwen belangrijk. Een grote vensterbank, is die nou eerst zo behandeld? Is de X-slip ook geschikt voor niet-hout materialen? Dat is een hele. Heel bijzonder dat je dat vraagt. We hebben net er zijn twee fabrikanten die ons benaderd hebben. Eén is ik maak de langste steen van Nederland. Ik denk, oké, leg uit. Nou, dat zijn strips, eigenlijk in dezelfde vorm als onze houtjes, maar dan van steen gemaakt en iets dunner om het minder zwaar te maken. En die heeft nu de groef ontwikkeld binnen zijn concept om het op ons systeem te klikken. En dat is wel een lange traject, want hij heeft zijn productie voor het product zelf is best wel ingewikkeld. Maar we verwachten eigenlijk eind dit jaar daar wat meer mee te kunnen doen. En dat is echt een sneak preview. Die hebben we net vorige week gekregen. Let op even, kijkers. Ja, dit is een we hebben heel veel, ook heeft ook meer met brandwerendheid te maken. Je kan zeggen, ik kan het hout brandwerend laten behandelen, maar ik kan ook kiezen voor een materiaal wat bijvoorbeeld al niet brandt en wat er wel mooi uitziet. Ja. En deze meneer heeft, ik noem het bijna het laminaat van de gevel, maar dat is dan aluminium, wat ommanteld is met een bepaald decor. En dat kan zijn een houtstructuur of het kan iets anders zijn, een bepaalde kleur. En die klikt gewoon alles op de gevel. En dat zijn aluminium, door een aluminium profiel, die op dezelfde manier. En daar kan je ook wel in variëren. Mm-hmm. Want je liet net een foto zien van een mooi project. Dat is wel even belangrijk om te zeggen. We hebben, hier laat je een bepaalde breedte zien, maar het systeem stelt ons in staat om heel veel verschillende breedtes in dezelfde gevel te verwerken. En Julius Trent, wat je misschien wel gezien hebben, je ziet steeds meer, wij noemen dat een barcode profiel. Ja. Dat je meerdere breedtes houdt naast elkaar zit. Inderdaad, dit is het juiste voorbeeld daarin. Nou, en dat zie je ook meteen. Het ziet er veel speelser uit. Ja. Dat is één. Je ziet nergens schroeven zitten. Dat wat je ziet zitten zijn de scharnieren. Want hier heeft hij het op een deur geplaatst. Mm-hmm. En ook wat ik al eerder aangaf, het plafond is ook helemaal daarmee gedaan. Dus het loopt helemaal door. Ja, echt een heel mooi voorbeeld. En dat is eigenlijk de machine die wij hebben aangeschaft voor het maken van de gaatjes in onze profielen. Die kunnen we helemaal programmeren. En dat voorbeeld wat je net zag hiervoor, dat was een architect die heeft uitgeleverd. Oh, zegt hij, je kan dus alles doen wat ik wil. Ik zei, ja, dat kan.
Die man heeft zich helemaal uitgeleverd. We hebben wel even 1000 vierkante meter uit moeten puzzelen, maar dat is wel gelukt. Ja, en een schitterende referentie geworden. Ja. Dat is één kant van het verhaal. Daarnaast hebben we dus de clips moeten worden voorgemonteerd in het profiel aangeleverd. Mm-hmm. Dat deden wij handmatig. Dat is het betere sociale werkplaatsverhaal en gevangenis. Ja. Maar wij deden dat gewoon zelf met zonen die ons af en toe assisteerden. Nou, dat is niet meer haalbaar met de aantallen die we nu hebben. Dat mogen duidelijk zijn. Nee. Maar we zijn klein begonnen en met trots kan ik zeggen dat we nu een robot hebben besteld die binnenkort alle assemblagewerkzaamheden doet. Wat geweldig. Ja, dus dat is wel heel erg gaaf. Sta je af en toe niet even voor de spiegel? Nou, ja, je staat heel blij te zijn. Lekker gaat. Je staat heel blij te zijn, ja. Na de jaren van stress en spanning. Ja, zeker. Nee, dat is zeker. En de betrokkenheid van de familie is dan ook heel erg belangrijk. Zowel de zonen, zoon van mijn compagnon als mijn eigen zonen, die zijn heel erg betrokken en helpen. Dus geweldig. Het wordt nu, ik zeg altijd voor nu, nee, het is een echt bedrijf. Ja. We hebben voorraad, we hebben machines staan, we hebben klanten. Het wordt internationaal opgepikt. Daar ligt gelijk ook wel een zorg, als ik het zo zie. Je hebt natuurlijk gepatenteerd en alles. Ja, klopt. Je noemde al even China. Nou, dat ik niet altijd China de schuld geef, maar er zijn vastlanden die denken, nou, dat is leuk. Dat is heel bijzonder. En dat is ook de angst die je altijd hebt. En we hebben het heel duidelijk gepatenteerd. Dus het is vastgelegd. Waarbij ik meteen bij zeg, een patent is heel erg mooi. Dat staat ook. Je wil alleen niet dat je een proces aan moet gaan. Nee, daar zit niemand op te wachten. Maar door de grote partijen die we er nu bij hebben, en lees zo'n TAPS, die is er ook niet bij gebaat dat er iemand anders is die hun gaat concurreren met een product wat ze bij ons kopen. Ja. Dus dat helpt ons ook wel. Ja. Dus die schaalvergroting gaat ons helpen. We zitten in een hele specifieke markt. En Chinezen gaan pas dingen kopiëren op het moment dat het echt heel grote volumes zijn. En dat gaat wel gebeuren, maar dan zeggen mensen ook op een gegeven moment, omdat het dusdanig technisch is, we willen het origineel. We willen niet. Ik geef altijd het voorbeeld. We hebben RVS-schroeven kunnen we kopen in de bouwmarkt. En dan hebben wij goede RVS-schroeven of we hebben RVS-schroeven uit China. Precies. Die worden ook verkocht. En daar is handel voor. Maar de professional waar wij ons op richten, dus de bouwonderneming, die wil alleen maar met fatsoenlijk materiaal werken. Ja. Dus de slechte kopie is vaak een niet. Ik zeg niet dat het nooit zou gaan gebeuren, maar ik heb voorlopig ben ik te komen. Ligt er niet wakker van? Ik lig er niet. Ja, de volgende 18 jaar heb ik nog te gaan. Dan hoop ik dan wel klaar te zijn, eerlijk gezegd. Ah, oké. Okay. Nou. En er zijn al zelfs bedrijven geweest die ons benaderd hebben om het over te nemen. Nou, ja, dat zal. Ja, ja? Dus staat er nog niet voor open? Of, Nee. Nou, ja, ik sta er zeker voor open. Maar dan. Indecent Proposal is een mooie film daarover. Alles is te koop. Maar wij moeten eerst groeien om de waarde aan het bedrijf verder toe te gaan voegen. Dat is wel wat ik bedoel. Fantastisch. Nou, volgende keer als je helemaal rijk bent. Ja, ik ben al rijk. Vertellen, hè? Ik ben al rijk. Ja, je bent al rijk. Een zoon en een vrouw. Precies. Dus en constant bezig met innovatieve dingen. We zijn nu ook weer met iets nieuws bezig. Tipje van de sluier. Tipje van de sluier. Nou, we hebben het profiel met de verenstalen clip. We hebben het profiel met de kunststofclip. En het profiel met de kunststofclip die wordt op hout gemonteerd en daar worden de planken op gemonteerd. En waar we steeds meer achter komen, dat ook snelheid is daar weer heel belangrijk. Ja. Materiaalbesparing en dat het makkelijk te plaatsen is. En we zijn nu bezig met een add-on op dit profiel. Dat we geen extra hout meer nodig hebben, maar dat we rechtstreeks het hout kunnen klikken op ons profiel zonder onderconstructie van hout. Okay. Dus met andere woorden. Een bescherming van de bossen, zou ik bijna zeggen. Minder hout. Ja. Iets meer aluminium. Maar dat is wel even belangrijk om te zeggen. Aluminium heeft ook een bepaalde footprint. Maar wij zorgen ten alle tijde dat het overgrote deel van het aluminium wat wij gebruiken, gerecycled aluminium is. Oké. Okay. En dat kan ook, want die verliest geen mechanische eigenschappen. Dus dat is eigenlijk een van de dingen waar we ook mee bezig zijn. Geweldig. En we willen ook steeds meer we zijn ook stiekem aan het kijken, maar dat is echt voor volgend jaar nog. Om nog meer in te spelen op interieurzaken. Want dan kan je lichtere materialen gebruiken. En dan wordt het systeem wat eenvoudiger en ook wat lichter. En daardoor wat prijstechnisch interessanter. Geweldig. Je hoofd staat nooit stil volgens mij. Nee, ik ben constant bezig. Nou, mensen die nu zitten te kijken en die willen naar de doe-het-zelfwinkel rennen, die kunnen bij de thuis blijven. Dat heeft geen zin om. Nee, we hebben heel bewust een keuze gemaakt om het via de professionele kanalen te doen. Mensen kunnen wel terecht bij een Pont Maaier Jongendeel, want die verkopen aan particulieren. Maar wij zeggen altijd, we zien gewoon dat een goede doe-het-zelfer komt een heel eind. En tegelijkertijd ben ik heel voorzichtig om bepaalde producten in de doe-het-zelfmarkt neer te leggen. Omdat het dan echt idiot-proof moet zijn. En wij willen gewoon dat die professional het goed plaatst. Want op het moment dat de montage-instructie niet correct wordt opgevolgd en dat gaat mis. Tuurlijk. Dan is die consument, die consument heeft nooit verkeerd gedaan. Nee. Zou ik ook zeggen.
dan is het product niet goed. En dat, die slechte dingen wil ik voorkomen. Ja, helder. Dus, en een slimme aanpak. Dus waar gaan mensen kijken als ze het wel willen dan? Dan kunnen ze naar onze website, xclip.nl. En ze kunnen altijd aanvragen doen. We hebben ook een portal waar ze dat aan kunnen vragen. Waar ze meteen een brochure digitaal krijgen. En onze partners waar we mee werken staan ook op onze website vermeld sowieso. Ja, wat even belangrijk is wel, want er staat hier in beeld ook x-clip. Maar de domeinnaam is gewoon xclip aan elkaar vast. Ze doen het alle twee. Als het goed is, doen ze het alle twee. Gaan we het thuis lekker proberen. Hans, ontzettend bedankt dat je erover wilde komen vertellen. Jullie ontzettend bedankt. Vol enthousiasme en vuur. Ik ben er blij mee. Jouw hoofd staat volgens mij nooit stil. Nee, dus ik zie je vast in de toekomst nog wel weer met allerlei nieuwe toepassingen en ideeën. Ja, dank voor deze kans om het te mogen presenteren. Jullie succes verder. Dankjewel. Jongen, ja, leuk. Maar gevelbekleding, ik ken die term niet eens erg, hè? Mooi, hè? Gevelbekleding. Ik ga thuis even kijken. Mag je het ook gelijk ietsje duurder maken als het gevelbekleding Zo'n mooie naam heeft. Maar inderdaad, dat hoor je ook, dat hoor je dus bij Stefan en dat hoor je nu ook, het rekening houden met het recyclen van het materiaal. Het is zo belangrijk, het is echt het is grappig hoe dat in iedere branche langzamerhand echt aan het doordringen is. Zeker. Maar goed. Lieve mensen, we gaan door met de volgende gast. Want Hans heeft wel lekker lang zitten vertellen. Het was echt een mooi verhaal. Maar ik ben nu heel benieuwd naar het verhaal van Tom Slichting, die hier aangeschoven is. Nou, goedemiddag. Tom, hi. Goedemiddag. Ja, heb je mee zitten luisteren? Nou, ik heb vol interesse zitten luisteren natuurlijk. Ja, ik ben zo'n hobbyist die nog even moet wachten tot hij naar Pondmeijer gaat. Nog niet zo meer aan de slag. Ja. Tom Slichting, welkom. Fijn dat je hier wilde zijn. Kun je ook aan de kijker even in een paar zinnen vertellen... Wie is Tom Slichting? Jeetje, waar kom je vandaan? Nou ja, dan ga ik het over mijn vak hebben, want ik denk dat daar... Ja, daar gaan we heel uitgebreid over hebben. Maar heel kort nou, wie is Tom Slichting? Ja, jeetje, ik ben 58 jaar, ik heb 2 kinderen, ik ga op 10 juni aankomende trouwen. Wow. Dat is toch wel bijzonder altijd op mijn leeftijd, vind Zeker. Ik dat. Ik ben van beroep, maar dat is eigenlijk ook mijn hobby, dus ik heb eigenlijk nog nooit gewerkt. Ben ik spreker en stand-up comedian. Kijk. Nou, dat is duidelijk. En dat doe je al je hele carrière eigenlijk. Ik heb commercieel economie gestudeerd. En toen ben dat is goede basis. Ja. Je moest wat in die tijd hebben. Het was eigenlijk meer feesten. Toen mocht dat nog, hoor. Maar kijk, toen kon je met de uitwonende beurs... moest je 3 keer per jaar op wintersport om het geld op te krijgen, zeg maar. Ja, ik weet niet, er zullen geen jongeren luisteren, maar er waren wel andere tijden. Ja. Maar het was fantastisch natuurlijk. De studenten, als je toen student was in Amsterdam... Dat was anders dan nu met je punten halen, et cetera. Ja. Maar heel lang verhaal kort, toen ben ik ook nog 2-3 jaar consultant geweest. En daar werd ik doodongelukkig. Ja, waarom zeggen dat? Ja, het is echt... Ja, maar als je studententijd hebt gehad, dan is geen je wordt dan een beetje ingezogen en je moet gaan solliciteren. En je kreeg een fantastische baan, fantastische salaris en ik kreeg een mooie auto. Maar na 3 jaar stond ik ergens jankend op een parkeerplaats. Ja. Met een aktentas in mijn hand van waar ben ik in godsnaam mee bezig. En toen heb ik ook letterlijk gewoon meteen mijn baan opgezegd, auto de deur uitgedaan en vanaf maar scratch. Maar wat dan? Wat dan? Nou, dat is een hele goeie. Ja, nou ja, dan moet je jezelf de tijd gunnen wat je dan werkelijk wel wil en waar je goed in bent. En ja, dat weet je eigenlijk nog niet als je jong bent. Dat is ook heel goed, denk ik. Dat is ook een zoektocht. En ik heb me die tijd, dus ik heb gezegd, ik ga een jaar zoeken. Okay. En dan moet je wel een jaar uit je comfortzone, mag ik het zo zeggen. Kijk, als je dan iets veiligs gaat doen, zeg je... nou ja, dan ga ik maar in plaats van consultant manager worden bij de QuickFit. Ja, dat is misschien voor sommigen weggelegd, maar dat is dan evengoed nog een feit. Wat ben je dan gaan doen dat jaar? Want dat nou, niet... toen ben ik... Ik denk bijvoorbeeld, de meest extreme... Bijvoorbeeld, ik heb een cursus extreem toneel gedaan. Oh, ja. Nou, dan moet je bijvoorbeeld... Dan speel je met 6 mannen speel je een boom in het Vondelpark. En dan ben je dus op een gegeven moment 6,27 en denk je... ik hoop niet dat nu een van mijn vrienden voorbij fietst... die nog wel consultant is op zijn dikke fiets. Ja. En dan, maar dat was eigenlijk puur om erachter te komen... Er is meer dan ik weet, er is meer dan ik kan. Ja. Maar je komt er ook achter dat er iets is wat je eigenlijk ook kan... maar dat wist je nog niet. Mm-hmm. Nou, en dat is gewoon interessant. Dus je gaat hele gekke dingen doen, je gaat op gekke banen focussen... je gaat eigenlijk waar je nog nooit je hele leven naar gekeken hebt. Dat moet je onderzoeken. Geweldig. En toen kwam ik op een gegeven moment na een half jaar of een jaar, denk ik... een advertentietje tegen bij Café Helmers in Amsterdam. Voor sommigen wel bekend. En die hadden de allereerste stand-up comedy... club als het ware, dus de allereerste, maar wel een van de eerste. Voor de periode van Toemler volgens mij. Dat was voor Toemler, voor het Comedy V op het Max Euweplein. Dat was inderdaad in november, of tenminste jaar 1994, begin 1994 zijn ze begonnen. Klein advertentietje en ik ben daar begonnen als stand-up comedian.
En in die zin dat ik was daar gewoon... Sorry hoor, maar je kon toch nog niks? Nee, maar niemand kon wat. Het was gewoon... Ja, ze deden letterlijk de biljart het hoek in. Een plank erop, een spotje en dan een microfoon en dan kijken wat er gebeurt. Ja. En lang verhaal kort. Ik was gewoon nieuwsgierig en ik vroeg aan die eigenaar... Zijn hier ook cursussen voor? Nou, dat was ook niet. Er was toen ook nog geen internet voor degene die nog even terugdenken in 1994. Dat is nog analoog bellen. Heel lang geleden. Zijn wij al zo oud? Fantastisch. Zijn wij al zo oud? Dus je kon ook niet naar de bibliotheek om te kijken wat het was. Want stand op komendij, dat bestond nog niet in Nederland. En ik ben daar, toen zei die man tegen mij van, je bent derde. Nou, en opeens stond ik op het podium. En toen gebeurde er wel wat. Ja. Toen ging ik gewoon weet je, de eerste optreden... Ja, ik kan me dat nog zeker herinneren. Ja, want ik had de week daarvoor een artikel in de Telegraaf gelezen over Johnny's en Anita's. Ja. Dat was briljant. En ik dacht, nou, daar ga ik het dan maar over hebben. Nou, in een paar zinnen die ik zei waren grappig. Er werd gelachen. En een paar zinnen keken mensen weg en gingen door met praten en drinken. En het enige wat ik toen deed is dan, waarom was dat ene grappig en waarom dat andere niet? Nou, en dat was weer een nieuwe zoektocht. En dan ben ik daarna weer gegaan, week daarna weer gegaan. En op een gegeven moment kon ik het niet meer loslaten. En nu, ja, wat is het, bijna 29, 30 jaar later, zit ik bijna bij mijn 5000ste comedy show. Dus heb ik nooit meer losgelaten. Dan is het toch ergens niet goed gegaan, hè? Ja, als het goed is wel. Want jij doet maatwerk comedy shows. Nou, nu heb ik het over de reguliere comedy shows. Ook theater. Gisteren of eergisteren stond ik nog in Leeuwarden. Gisteren Comedy Café Amsterdam. Maar omdat ik ook uit het bedrijfsleven kom... Kijk, dit is Leeuwarden, daar waren wij ook. Ja! Wacht even, deze. Ja, kijk. Oh, dit is even Leeuwarden, dat klopt, ja. Ja, daar stond ik eergisteren voor 150 man in de neushoorn. Een fantastische plek. Maar maatwerk comedy, dat is eigenlijk voor het bedrijfsleven. Dus wat ik doe is... Maar ik doe reguliere comedy, gewoon theater, ik reis door heel Nederland. Veel in Comedy Café in Amsterdam. Maar wat ik zei, ik was denk ik een jaartje bezig en toen kwam er iemand, een directeur, naar me toe. Die zei, goh, we hebben zo gelachen, zou jij dit op ons feestje kunnen doen? Of op 10-jarig jubileum, dit en dat. En toen ontstond er een soort hele nieuwe markt, 29 jaar geleden. Ik denk dat ik een van de eerste was, want eigenlijk zag de meeste artiesten dan als een soort snabbel. Hè? Je deed iets voor het bedrijfsleven, dat was fout. Ja, dat was toen nog heel ik zag dat helemaal niet als een snabbel, voor mij was het gewoon een business model, om het zo maar te zeggen. Ja, je had ook bedrijfskunde gedaan. Ja, ik vond het ook leuk. Ja. Heel veel artiesten doen het om dan inderdaad wellicht geld te verdienen. Ik vond het ook echt leuk, oprecht leuk om... En waarom? Er zaten toen die 150 consultants in die zaal. En ik heb ooit 2-3 jaar aan hun kant gezeten. En hoe leuk is het om dan grappen over die mensen te maken. En te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Dus dat is eigenlijk toen begonnen. En in die tijd, op dat moment specialiseer je. En dan ben je op een gegeven moment de specialist in maatwerkshows. En wrap-up shows zijn daar op een gegeven moment later bij gekomen. Wat is het verschil met een wrap-up show? Nou, een wrap-up show ben je het hele event aanwezig. Dus zeg maar, er zijn van 's ochtends 9 tot 5 verschillende keynote-sprekers. Verschillende workshops, breakout-sessies. Mm-hmm. En dan ben je het hele event bezig. En alles wat er gebeurt en gezegd wordt, dat kan meegenomen worden in de afsluitende act. Okay. Dus je maakt van tevoren wel een raamwerk, hè, van ik denk, nou, dit is leuk om te vertellen. Maar uiteindelijk zijn de belangrijkste dingen of dingen die fout zijn gegaan, maar ook niet dat je de spreker beledigt, want het blijft een business ding, dus je moet ook iedereen happy houden. Ja. Maar het is wel leuk om de highlights of op bepaalde dingen in een ander daglicht terug te laten komen met een hele mooie metafoor. En het is eigenlijk ook zinvol, want als mensen lachen om iets wat je ziet, dan onthoud je dat ook langer. Maar dat is best wel moeilijk, want dat kan je niet heel uitgebreid voorbereiden. Je moet dan... Ik ben zelf bij veel evenementen en zie ik van de mensen die snel tekenaars, of inderdaad een wrap-up. Als je drie saaie sprekers hebt, wat soms wel eens is, en jij moet daar een leuke wrap-up van maken... Dat is heel lastig. Ik ga wel eens ergens heen dat ik zelf ook denk, en het houdt mij ook weer scherp, want soms denk ik, hoe kan je dit leuk houden? Maar ik weet inderdaad geen enkele keer wat er gaat gebeuren. Nee. Want ik moet mezelf verrassen. Ik moet mezelf weer die lat heel erg hoog leggen. Mm-hmm. En dat ik denk van ja... Kijk, je maakt wel een kader van tevoren. Dus ik weet, ik heb altijd 15 minuten dat ik denk, dit komt helemaal goed. Maar die 10 minuten die je als kerst op de taart van het event haalt... Ja, dat moet je toch overal vandaan trekken. Want dan hoor je al die keynote speeches en toen dacht je op een gegeven moment van, dat kan ik zelf ook wel. Beide ook wel. Het is ook een beetje dat als je, kijk, ik doe 15 jaar comedy en dan ga je ook, het wil niet zeggen dat je alles al gedaan hebt. Ik denk dat ik elk theatertje en conferentiezaal en Van der Valkzaal wel een keer heb gehad in Nederland. Maar je wil je ook zelf verbreden. Ja. Je wordt wat ouder, je krijgt andere inzichten, je wordt wat serieuzer. Dat is nou eenmaal zo. Dus, als je boven de 40 komt, en daar zit ik nu ruim boven, dus stel de vraag niet. Maar wat je zegt, dan zie je die keynote sprekers. En dan dacht ik, nou, het lijkt me ook wel interessant om een combinatie te maken om met mijn theater
vakkennis, met mijn stand-up comedy ervaring, maar dat ook nog een goed verhaal. Mensen op een enthousiaste manier iets kan vertellen waardoor ze beter kunnen gaan leven. Of iets je hebt ook een soort binnenkomer, of hoe zeg je dat, een keynote speech rond het thema adaptability. Ja. Maar het gaat veel verder bij jou, want ik zie hier ook een company roast tussen de mogelijkheden staan. Nee, dat is eigenlijk, was dat een vraag uit de markt, om het zo maar te zeggen. Ja. De roast is, wat ik denk, een jaar of 8, 9, 10 geleden naar Nederland gekomen. En we hebben er een aantal op tv gehad. Daarvan waren er een aantal leuk en een aantal ook soms beschamend. Hè. Laten we eerlijk zijn, dat lukt niet altijd. En hoe ga je daarmee om als je denkt van sommige dingen zijn niet, ja, ja. Niet hoe ik daar zelf mee omga? Ja, als je voelt van nou hier is niks van te maken of dit pakt niet. Of... Nee, ik bedoel, wat ik zeg maar, de roast die je op tv ziet, dat is ja, soms... komt daar een soort neurotische comedy bij. Met neurotisch bedoel ik dat mensen dat het eigenlijk niet grappig is, maar dat je zo ver een grens overgaat dat mensen wel gaan lachen, maar het is een soort beschamende lach. Dat is dat je er niet mee weet om te gaan. Dat is eigenlijk niet de lach die je bij het bedrijf wil. Nee, dus die doe je niet. Dat bij is, dus daar moet je altijd op een opleiding. Dus ja, ik zet mijn handtekening onder een company roast. Dat zeg maar degene die ik roast, die moet er zelf het hardst om lachen. Ja. Dat vind ik een heel belangrijk uitgangspunt. Maar nu laatst, afgelopen maandag, 2 keer voor het ministerie in Den Haag. Mm-hmm. Dat gewoon topambtenaren zeggen van, nou, dat wil ik dan wel een keer meemaken. Dat is wel heel gaaf. Dat is wel een hele vraag. Ik las toevallig vandaag in het nieuws was een artikeltje op, in AD of Telegraaf, hou met de goede. Over een man die ergens 23 jaar werkte of zo. En die werd geëerd. Ja. En die had als verrassing zelf een roast gehouden. Waarin hij zijn baas een non-communicatieve ei kon doen. Ja, en die is vervolgens de dag erna ontslagen. Omdat flauw. Ja, had ook iets gezegd over de vrouwen in het bedrijf of zo. En het heeft met het geloof te maken. Kijk, een roast is niet voor iedereen. Als mensen het aanvragen, zeg ik dan, wat is de bedrijfscultuur? Ja. Je moet wel een open cultuur hebben. Iedereen moet alles tegen elkaar kunnen zeggen. En er moeten niet, weet je, verborgen agenda's en dat. Sommige bedrijven heb je dat natuurlijk. Mm-hmm. Dan moet je niet aan een roast beginnen. Maar heb je wel eens een moeilijke situatie meegemaakt dat je denkt, ik sta hier nu echt midden in mijn verhaal. En ik voel dat het de verkeerde kant op gaat. Ja, natuurlijk maak je dat mee. Ja, een voorbeeldje is dat... je moet het meest opletten als er ook klanten bij zijn. Kijk, als het een interne meeting is, er zitten 180 consultants of advocaten of doktoren. Ja, en je zegt een keer iets wat ze niet willen, dan kom je daar nog wel mee weg. Mm-hmm. Maar als er een klant op de eerste rij zit van 1,5 miljoen en die voelt zich beledigd. En die staat desnoods op, die loopt weg. Dan heb je een zware dag als je die vent afsluit. Ja. Dus daar moet je wel voor oppassen. Dus ik denk, als er klanten zijn, dan zijn er nog meer radartjes die bij mij aangaan om alles gewoon clean te doen. Maar ik ben ook altijd wel de comedian. Ja, in het theater hoef ik mensen ook niet te shockeren met de meest walgelijke, achterlijke dingen. Ik ben je zoekt daarin absoluut niet de grens te grappen. Nee, misschien ook omdat ik niet meer 20 ben, maar je hoeft niet... Ja, je hoeft niet echt de meest grove kant te zoeken om mensen aan het lachen te maken. Ja, liever de grap opzoeken dan de grens, inderdaad. Ja. Je hebt als een van de topics ook aanpassingsvermogen. Ja. Zag ik staan? Wat doe je daarmee? Op een gegeven moment verdiep je in... Kijk, ik heb een paar keynote speeches gedaan. Ik heb een andere keynote speech was Welcome to Disruption Land. Dat was een jaar of 5 geleden. Vijf jaar geleden was ook alles veranderd in de wereld. Ja. En het was jonge bedrijfjes. Ze werden binnen een jaar groter dan bedrijven die 40, 50 jaar al bestonden. Kijk naar een Tesla of wat dan ook. Nou, dat is ook zo'n disruptief bedrijf natuurlijk. Die de bedrijfskolom op zijn kop zet. Dus dat was toen. En dan ga je op een gegeven moment kijken. Waar wordt nou over gesproken? En dan zie je op een gegeven moment bij de grote bladen als Forbes of wat dan ook. Dat het woord adaptability, het aanpassingsvermogen, die kwam continu in de top 3. Waar de managers en CEO's op zouden moeten letten. Dat hun personeel... adaptable is, dat je kan aanpassen dus aan de situatie. Dus jij daar moet ik op inspelen. Exact, ja. Dus ook weer een vraag uit de markt. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja. En dan ga je erin verdiepen. En dan, ik werk nu samen met een mooi bedrijf uit Engeland, AQAI. En die hebben een soort assessment ontwikkeld om je aanpassingsvermogen te meten. Okay. En dat is wel heel interessant. Dan krijg je op 15 verschillende soft skills krijg je dan een cijfer. Ja, dat is heel confronterend. Ja, dat is echt. Nee, het punt, kijk, heel veel mensen die willen zichzelf verbeteren. Kijk naar de cursussen, naar self-mind, naar mindfulness. Maar op een gegeven moment, wat moet je verbeteren? Ja. Hey, ik bedoel, kijk, als je een auto hebt, dan gaat er een stekker in. Ja. En dan wordt de auto uitgelezen. Dan zeggen ze, nou, er moet een nieuwe accu in. Nou, prima. Maar het is niet dat ze je hele auto uit elkaar halen. En dat is net of mensen dat wel doen. Dus nou, met zo'n assessment...
kan je eigenlijk weten waar bij jou de zwakke plek zit. Mm-hmm. Is het je emotionele vaardigheid of is het je incasseringsvermogen of wat dan ook. Ja. En daar letten we eigenlijk nooit op. Dus dat is wel een interessant thema. Wel mooi. Je bent er helemaal op allerlei fronten mee bezig. Je hebt ook een boek geschreven, de Sprekersbijbel. Ja, dat is dan juist voor de mensen die spreken. Nou, dat is ik ben dan wel bij 5000 meetings geweest. Maar dan heb je eigenlijk 15.000, 20.000 sprekers gezien. Er komen 3, 4, 5 sprekers op een event. En dan kom je er eigenlijk wel achter dat professioneel spreken, dan is het misschien wel een vak is, maar het eigenlijk ook wel soms bedroevend is hoe managers of CEO's, niet dat ik iemand wil nu beledigen, laat ik zo zeggen, er is nog een wereld te winnen. Ja. En heel vaak als mensen denken, ik doe het al een tijd, dus het gaat, of iemand heeft nog nooit gezegd dat ik slecht ben, dan even goed valt er nog een wereld te winnen. Ja. En daar heb ik de Sprekersbijbel voor geschreven. Ja, mijn ervaring op tafel. Ja, ligt op tafel. Ja, heel goed. Even kijken, hoor. Mijn ervaring van 25 jaar spreken voor professionals. Ja, samen te vatten. En ik denk dat de meest doorgewinterde spreker daar nog tips uithaalt. Ik denk, zo had ik het nog niet bekeken. Wel, vooral ook over de PowerPoint, weet je. Ding, dat is echt... Nou, mijn ervaring is dat hoe slimmer iemand is... Hoe slechter hij eigenlijk... als spreker niet zo'n heel goed compliment voor mezelf. Maar hoe slimmer iemand is, hoe slechter iemand spreekt eigenlijk. Je hebt vaak mensen die briljant zijn bij een bedrijf. Ja. En die staan er voor een groep en dan komen ze er niet uit. Denk, hoe kan het? Je leidt zo'n heel bedrijf. Je bent de hoogste baas. Je bent voornamelijk mee te maken. Briljant. Sorry dat ik je onderbreek. En ik dacht, ik moet kort houden. Nee hoor. Kijk, als mensen heel veel weten, is het gevaar dat je heel veel kennis wil delen. Ja. Maar het eerste wat je moet doen is van wie luistert er en wat wil mijn publiek horen? Mm-hmm. Want als je professor bent in de hartchirurgie en er zitten mensen in, dan kan je onmogelijk je 12 jaar studie en je 24 jaar ervaring daar in 30 minuten gaan vertellen. Dus, maar dat soort types hebben er inderdaad soms heel veel moeite mee. Ja, ik denk, hoe kan het dat je zo briljant bent en dat je niet gewoon snapt? Maar draai het dan om, ga niet vragen wat wil ik vertellen, maar ga je afvragen wat wil mijn publiek aanhoren? Wat kan ik ze leren? Ja. Stel je voor dat je publiek nou met één ding naar huis stuurt wat ze geleerd hebben. Ja. Nou, dan heb je een fantastische dag. Mm-hmm. Ja. Daar gaat het door. Ja, ik vind zelf soms ook wel de andere kant op, moet ik zeggen, dat ik soms er ook zelf als stubborn eigenwijs in ben. En ik wil ze toch iets echts meegeven. Dan zegt een opdrachtgever, het moet heel licht zijn, het moet hier en daar. Dag, ik ga niet weg voordat ik toch dat er doorheen. En dan denk je, waarom eigenlijk? Maar dat is een soort eigen eergevoel of zo. Is mooi, Maar goed, ik kom al een keertje bij je, want je geeft ook power talks. Spreektraining, hè? Nou, dat is een beetje... Dat is eigenlijk het verlengde daarvan. Dat boek te maken, dan wil ik dat natuurlijk iedereen zo'n boek meekrijgt natuurlijk. Dat is... Kijk, om het gewoon makkelijk te maken, heb ik gezegd... Laat mij nou in een half uur, 3 kwartier... als een soort power talk, een top 10 vertellen waar je rekening mee kunt houden. Ja. En dat is bijvoorbeeld... als ik één dingetje uithaal, want we gaan natuurlijk niet te diep op in... maar is de opkomst. Ja. Heel veel mensen vergeten dat in die eerste minuut... dat je voor een groep gaat praten... eigenlijk de eerste 30 seconden van mijn part al... dat je daarmee het verschil kan maken... of je een zaal of je publiek in je zak steekt... of dat je er overheen gaat, zoals dat vaak gebeurt. Ja. Ja. En dat kijk naar zo'n PowerPoint. De meeste mensen die opkomen, die kijken als eerste van... staat wel het juiste beeld aan en werkt de klikker wel? Als je daar 20 seconden mee bezig bent, dan ben je publiek al kwijt. Ja. Dus leer nou dat je inderdaad wat je heel goed contact maken met je publiek. Is een van de allerbelangrijkste dingen. Tips. Als je überhaupt tegen 600 of 6000 mensen praat, maak contact. En dan gaan zij aan en dan pas kan jij aan. Ik neem hem mee. Ik kijk gelijk even heel goed in de camera. Om te kijken of mensen thuis nog zien. Leuk dat u er bent. Leuk dat u luistert. Blijf luisteren. Helemaal goed. Nee, onzin. Maar inderdaad, wel een hele goede tip. Ik denk dat inderdaad een hele belangrijke is. Leuk om dat zo te horen. Leuk wat je allemaal doet. Je bent eigenlijk een van de meest gevraagde comedians voor dat zakelijke circuit. Meer dan 5000 shows. Als je nou ons nog een voorbeeld wil meegeven van iets wat je heel erg is bijgebleven. Want je hebt zoveel shows gedraaid. Er is vast wel eentje van moet nooit om de beste vragen. Nee, nooit de beste, maar één die er is bijgebleven. Die weet ik ook niet. Want dan moet je aan het publiek vragen natuurlijk. Dat is belangrijk. Nee, wat voor mij is het meest bijzonder... Kijk, er zitten honderden of duizenden gewone comedy shows of leuk. Maar ik ben bijvoorbeeld naar Afghanistan gevlogen... in het vliegtuig van koning Boudewijn... om op te treden voor de F-16 piloten in Afghanistan. Natuurlijk. Daar vloog ik samen met de generaal. Want er kunnen maar 6 mensen mee. Kijk, dat was wel... Dat vergeet je hele leven niet meer. Dat is echt... En het optreden was ook nog eens een keer helemaal En hoe is dat in het Nederlands of in het Engels? In het Nederlands. Waren gewoon Nederlandse piloten. Er zaten 130, 140 man. Waarvan 6 piloten. Maar dus zo'n hele squadron zit daar in Afghanistan.
En daar heb ik echt kerels gehad van 1,90 meter... die gewoon jankend op mijn schouder zaten. Mm-hmm. Omdat ze, toen ik daar was, zeg maar een half uurtje... met hun hoofd helemaal weg waren geweest. Ja, dat is het dan. Ja, dat is het heel, ik kwam daaraan en dan, ik dacht, nou, dat zal wel een hotelletje zijn of wat dan ook. Ja, ik ben helemaal naïef. Ja. Nee. Ik kom gewoon in een barak. Je slaapt tussen die jongens in een tent. En dan moet je gewoon slapen met een kogelvrij vest en een helm op. Ja. En dan zit je gewoon midden in de woestijn. Waarom te rennen, en dat was wel even wennen. En die, dus 24 uur per dag zitten die jongens, komt er een bom op ons of niet... en gaan wij morgen ergens heen, ja of nee. En op het moment dat ik die comedy show daar gaf... zaten zij met hun hoofd even niet daar. En, en dat was zo mooi om mee te maken. Dat was echt, dat was bijzonder. Oh, dat is inderdaad een hele mooie... Ja. En voor koning Willem-Alexander heb ik opgetreden ook. Niet dat ik hem bij laat heb zien lachen, maar hij was heel druk waarschijnlijk. dat was trouwens een vreselijk optreden. Dat was bij het afscheid van de Olympische winterploeg. Okay. En het is altijd vreselijk als er een gat zit tussen het publiek en het podium. Ja. Moet, ja. Soms is dat 5-6 meter, dan is het al vreselijk. En hier hadden ze voor verzonnen, omdat het de winterspeler, om er een ijsbaan tussen te plaatsen. Natuurlijk. Ja. Dus superleuk idee op papier. Ja. Er staat hier een podium, artiesten. Ja. Nou, ik ook. Ja. Ik mocht een comedy show geven. En er zat een ijsbaan van 30 meter tussen mij en het publiek. Vreselijk. Nou ja, het was al een ijskoude gat ertussen. Maar dat hielp dus niet, weet je. Nee. Dus dat zijn van die dingen. Maar dat zijn ook dingen die ik als spreker wel zelf weiger. Als je bijvoorbeeld gevraagd hebt te spreken tijdens het diner, als mensen al met de rug dan naar het podium zitten. Ja, maar dan moet je ook wat aan doen. Moet echt even pauze hebben met het eten. Het moet echt met de catering goed af. Want als mensen ondertussen gaan door eten, nou, dan kun je goed afspreken. Maar spreek je ook in een andere taal? Of alleen Engels? Engels ook, ja. Ik ben Frankrijk en Singapore, Delhi, Afrika. We hebben keynote speeches gegeven op het grote podium. Dat is ook een waanzinnige ervaring. Absoluut. Ja, laatst nog in Dublin. Dat is fantastisch. Ja. Mooi. Ja, ja. Hartstikke mooi. En bijvoorbeeld een land als Duitsland. Ik weet niet of je daar wel eens iets gedaan hebt. Niet veel. Nee. Dat lijkt me namelijk heel moeilijk. Want wij doen wel eens Duitse lezingen of Engelse lezingen in Duitsland. Maar het is zo'n ander gevoel van humor. Ja, humor is daar... Nou, maar dat humor, want ik ook in Engeland in Singapore of in Delhi. Dat vond ik het leuke. Als je een goede grap hebt, lachen ze daar ook. Echt. Ja. Dan is het... En een mooi voorbeeld is misschien ook... Nou, ik spreek zelf geen Frans, maar ik rijd regelmatig naar Portugal. Dus dan was ik een keer in Frankrijk naar de radio aan het luisteren... dan hoorde ik een Franse comedian. Mm-hmm. Echt, heb ik 40 minuten zitten luisteren. En het punt, ik wist precies waar de lach kwam. Ja. Dus het is gewoon... Dus de vakmanschap die hij had, die kon ik één op één op mijn materiaal plakken. Ja. En ik dacht, 1, 2, 3, daar komt hij. Dus ik vond het heel interessant om te horen. Dat is eigenlijk qua cultuur of taal, is dat denk ik, zijn er geen grenzen. Dat vind ik ook wel mooi. Dat is ook mooi om te zien. Ja. Hartstikke mooi. Heb je leuke dingen staan voor de toekomst? Ja, zeker. Ja, ik heb een paar hele mooie maatwerkshows staan. Een grote roast. Mm-hmm. Dinsdag speel ik in een klein theatertje weer in Apeldoorn. Dus voor alles door. Ja, want het is wel leuk, denk ik, dat het zo afwisselend voor je is. Hè? Grote zalen, kleine... Dat is het. En voornamelijk dat maatwerk. Hè, want de ene keer dan moet je voor een oliebedrijf uit Zeeland. Ja. Nou, dan leer je weer alles over raffinaderijen, et cetera. Ja. En dan bij een IT-bedrijf die software maakt voor de ziekenhuizen. Nou, dan weet je weer wat daar de kwetsbare punten zijn en alles. Dus ja, elke keer bij zo'n maatwerkshow komt er weer een stukje kennis bij. En ik vind dat heel interessant, absoluut. Ja, al die bedrijven die nu denken, maar ik wil die gozer nou gewoon wel eens horen. Waar kunnen ze op internet gaan kijken? Nou, ik heb mijn site tomslichting.nl. En dat is zonder haar, dus gewoon tomslichting.nl. En daar staat volgens mij alles op. Van de roast, de maatwerkshows, de wrap-ups. Daar staan filmpjes op. Een internationale site is nextglobalspeaker.com. Okay. Dus dat is, daar staan dan de Engelse teksten, Engelse filmpjes. Compleet vertegenwoordigd, denk ik. Helemaal goed. Ja, tomslichting.nl, makkelijker kan het niet. Nee, lijkt me ook. Nou, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn en vertellen. Ja. En iedereen die dit hoort, die gaat natuurlijk een keertje naar jou kijken. Ik hoop het. Dat kan niet anders. Ja. Heb jij ooit plannen gehad of heb je die nog om op tv iets te gaan doen? Nou, als het gebeurt, gebeurt het. Ja. Maar ik heb, op een gegeven moment heb je het heel druk met je werk. Mm-hmm. Vroeger mensen, zou je niet naar Engeland willen gaan of naar Amerika voor comedy? Maar op het moment dat je 4, 5, 6 shows in de week hier hebt in Nederland... moet je het ook niet zien als een vlucht. Dus ik heb het gedaan omdat ik het gewoon een uitdaging vond, omdat ik het leuk vond. Maar het is niet om daar direct mijn werkgebied te verleggen. Ja. Maar als morgen iemand mij belt en zegt, goh, weet je wel, met jouw kennis of dit of dat. Of zou je het leuk om te faken? Ja, ik zeg bijna nooit nee. Ik heb dingen tegen ja gezegd waarbij andere artiesten nee hebben gezegd. Bijvoorbeeld dat je moest optreden bij een concert van Julio Iglesias. Ja. Door Mojo georganiseerd. En die komt eraan en die zegt, ik doe 50 minuten. Maar op het kaartje stond 65. Ja.
Nou ja, dan zocht ze nog iets van 15 minuten. Ja. En dan gaan ze 5 artiesten bellen. Die zeggen allemaal nee. En ik Mojo belde mij. Ik zeg, toch, ga ik wat doen. Dus ze staan gewoon 15 minuten comedy te doen voor 2.500 man. Die Julio roepen. En dan sta je daar, en dan sta je gewoon met een bord voor je kop. Gewoon comedy. Ja, maar en ik zeg dat toch niet nee. Dat zijn vaak de mooiste dingen. Ja, dat zijn fantastisch. Ja, dat heb ik 3-4 keer gedaan voor die grote zaal. Geweldig. Nou, we gaan je zien in de toekomst. Helemaal goed. Absoluut. Jullie ook succes. Ontzettend bedankt voor jouw medewerking. Dank je wel. Tom Slichting was dat. Ja. Wat leuk. Ja, en herkenbaar dat verhaal inderdaad. Ja, wel, zeker. Vind ik. Dat je inderdaad bij al die bedrijven binnenkomt. Dat vind ik het mooiste van ons vak als spreker. Dat je inderdaad steeds in een andere branche mee mag kijken. En op een gegeven moment ook de overeenkomsten en verschillen zo heel erg, erg goed ziet. Nou, dat zat er alweer op met de gast. Want zoals ik al vertelde, is onze laatste gast helaas verhinderd. Ronald Bos, die komt volgende maand. Maar ik wilde nog wel eventjes... Ja, ik heb wat materiaal voor je klaargezet. Wat dingen vertellen. Om te beginnen eventjes aandacht voor deze column die we op de media hebben gezet. En die heet RIP Metaverse. Metaverse is natuurlijk die virtuele... Rest in peace, Metaverse. Want inderdaad, overhyped. We hebben dat zelf meegemaakt met internet, dat overhyped werd genoemd. En dat bleek het niet te zijn. Mm-hmm. En met Metaverse, natuurlijk zien we kansen, natuurlijk zien we mogelijkheden. Maar het is verschrikkelijk overhyped. En je hebt daar iets over geschreven, hè? Zeker. Wat waren jouw punten? Ik ga maar lekker zelf lezen. Maar het staat op eventbranche.nl. Daar kun je het vinden. Het staat nu nog op de hoofdpagina, als het goed is. Maar waar het in ieder geval om gaat, zoals nu de technologie is voor Metaverse, wordt het helemaal niks. Als op een gegeven moment holografie komt en allerlei echte toegevoegde waarde door artificial intelligence erbij komt, dan kan het wat worden. Maar dat is nog zo ver weg voordat dat echt onderhand bereik komt. Dus daar zou ik vind niet het geweldige technologie, geval. Maar ik zie nog niet de relevantie om het inderdaad direct, los van concert in de metaverse heb je al wel en zo, maar we doen er wel allemaal veel aan. Ja, maar dan nog even een nieuwtje. Wat even over jou gaat, is een beetje raar. Maar ik heb het erbij gezet zonder dat je het wist. Je bent dus nu directeur geworden voor een Women in Tech Netherlands, de Nederlandse chapter. Correct. Vertel, hoe is dat gegaan en waar ging het mis? Nou ja, 4 jaar geleden kwam Women in Tech Global naar Nederland om te kijken of er behoefte en interesse was voor een Nederlandse chapter, een Nederlandse afdeling. Dat werd toen gelanceerd of geprobeerd te lanceren bij Elsevier. Daar was ik bij en toen heb ik gelijk gezegd, dat vind ik heel erg leuk. Dus wij gaan dat oprichten en dat heb ik met een groepje gedaan. Ik ben toen in de board gaan zitten, omdat ik toen eigenlijk niet zo heel erg veel tijd had en nog niet zo actief daarin was. Mm-hmm. We zijn de laatste paar jaren ontzettend goed geleid door Karen Twan. Die doet nu een stapje terug. Die is bij Capgemini volop aan de slag gegaan. En toen heeft de organisatie gevraagd, Lieke, zou jij alsjeblieft uit de board willen? En zou dan jij moet je de dus echt directeursfunctie op je nemen? Poot in de modder gaan eigenlijk. Ja, en nee, de organisatie is in die 4 jaar behoorlijk gegroeid. Dus het is echt een volwaardige grote organisatie geworden met een heel team eronder. Dus waar in het begin dat echt nog wel inderdaad zelf ploeteren was, is dat nu ook, ik bedoel, ik zal het niet downplayen, het is veel werk, maar ik heb een prachtig team wat verschrikkelijk voldoet, wat echt al goed staat. Het kan hier en daar altijd geolieder, het kan altijd beter. Dus ik heb een heleboel plannen voor de toekomst ook, om dat vorm te geven en dat naar nog grotere hoogte te stuwen. Maar de basisorganisatie staat heel goed. We hebben een fantastisch team met fantastische dames, heren ook trouwens. Waarmee we inderdaad de vrouwen in de technologie op de kaart willen zetten. Daar ruimte voor willen creëren. Het onderwijs willen bereiken. De overheid willen bereiken. Wetgeving. En dat gaat van jong tot wat ouder? Het gaat van jong tot wat... Nee, absoluut niet. Alle leeftijden zijn van harte welkom. We zitten met middelbare scholieren, studenten. Maar ook met mensen die dus echt al op hele hoge functies in het bedrijfsleven zitten. En we werken internationaal. De Global heeft inmiddels meer dan 45 chapters, geloof ik, wereldwijd. En dat groeit nog iedere dag. Dus dat gaat als een speer. Ja. En dan is het ook heel erg leuk om te zien dat wij denken in Nederland altijd dat wij heel ver zijn. Mm-hmm. Maar er zijn landen waar ik verbaasd ben over het ecosysteem en het vrouwelijk ecosysteem. Hoe ver vrouwen daar in de tech al veel meer eigen bedrijven, eigen organisaties, veel meer geïntegreerd zijn. Ja. Landen waarop wij een beetje neerkijken van onderontwikkeld gebied misschien zelfs wel. Mm-hmm. Maar die er gewoon 100 stappen voor ons uit zijn. En dat is ontzettend leuk. En ik ga al die chapters ook ontmoeten, want volgende week is er de Global Summit. Dat is 1 keer per jaar komen dan alle chapters naar Parijs toe. Ik heb daar wat beelden van gevonden. Oh, van vorig jaar? Het is in Parijs zeker? Ja, het is altijd in Parijs. Oh, kijk, daar ben ik. Oeh, kijk, boos.
Oeh, dit is wel een editor met ADHD geweest. Ja, dat, is, dat zijn van die hele hippe filmpjes voor social media. Nee, dat hoort zo. Maar nee, inderdaad, dan komt er naar Parijs en daar komen allerlei grote sprekers uit de technologie, mannen en vrouwen overigens hoor, want we hebben een heleboel mannelijke allies. Het is helemaal niet zo dat we tegen mannen zijn, integendeel. Maar wij proberen ook een goed podium aan vrouwen te geven, we proberen vrouwen met elkaar te verbinden. Dus het is tweeledig, het is naar buiten toe, een beetje het stukje awareness lobbyen, zo je wilt. En het stukje intern, het empoweren van elkaar, het gehoor vinden bij elkaar en het leren van elkaar. Hè? Hoe ga jij om met bepaalde dingen? We hebben toch ook nog wel events waar we over het vrouw zijn aan zich spreken. Ik ben zelf meer voor de events om over tech te praten. Toevallig door vrouwen, zou ik maar zeggen. Ja. Maar er is ook een grote behoefte. Is er gewoon aan events echt praten over het vrouw zijn? Als je in een mannencultuur komt, hoe ga je met bepaalde opmerkingen en grappen om? Zeg je er wat van? Bijt je van je af? Hoe ga je daarmee om inderdaad? Mm-hmm. Nogmaals, ik heb dat zelf, omdat ik een eigen bedrijf heb, iets minder. Maar er zijn mensen die daar toch wel heel erg mee zitten. Ja. Dat is toch wel een heel erg issue. En het is gewoon voor ons als Nederland zijnde een issue. Omdat wij inmiddels wel een groot aantal technische vrouwelijke studenten hebben. Ja. En die beginnen vol enthousiasme aan een carrière. En dan zie je dat ze heel snel weer afhaken. Omdat ze toch in een vrij mannelijk team terechtkomen. En daartegen bepaalde dingen aanlopen. Dus het begin is niet zo moeilijk, maar dan... Het begin is er, maar het moet dan blijven. En daar zit echt een factor. Bovendien is het dan ook nog eens zo dat als je dan als vrouw, als enige vrouw of met twee of drie vrouwen in een heel team van mannen, ja, zit je niet zo lekker op je plek, loop je weg en zeg je, zie je wel, het is toch niks voor hun of ze kunnen het niet aan. Hoeveel vrouwen moet je dan serieus bij elkaar hebben? Een cultuurverandering. Ja, voor een cultuurverandering zeg ik echt afhankelijk van de grootte van het team natuurlijk. Hè, maar voor een gemiddeld team van 10 tot 20 mensen, zou ik maar zeggen, waarmee je intensief werkt, moet je echt wel 4 hebben. Okay. Want je ziet heel vaak dat er dan wel een vrouw wordt binnengehaald. Nou, 1 vrouw in er eentje is gewoon heel eenzaam. 2 vrouwen worden dan binnengehaald. Dan heb je direct de strijd. Dan heb je een hele groep mannen en 2 vrouwen. En dan worden die vrouwen onbewust vaak toch heel erg tegen elkaar uitgespeeld. Dan zeg je, nou, is 3 vrouwen dan genoeg? Nou, dan heb je weer dat 2 vrouwen samen klitten en 1 erbuiten ligt. Ja, het blijft moeilijk. Maar pas vanaf 4 vrouwen heb je echt een groep. Binnen een groep die gewoon zijn eigen gang kan gaan en daar wat kan verhapstukken. En dat is dus belangrijk. Ja. Dus daar proberen we zoveel mogelijk bewustwording voor te creëren en aandacht voor te vragen. Ook bij bedrijven, want bedrijven willen dat zelf ook wel. Maar die komen dan van, geef eens tips. Hoe kan ik nou zorgen dat een vrouw zich hier wel lekker voelt, dat ze wel blijft, dat ze hier al wil komen. En want dat zijn toch vaak net andere waarden en nuances. Ja. Waarbij ik overigens wel wil zeggen dat het niet alleen vrouwelijke waarden zijn, maar dat veel van de tips die wij geven voor vrouwen ook gelden gewoon voor de jongere generatie aan zich. Okay. Dus dat is ook nog wel leuk om mee te nemen. Ja. Dus dat is... Want je praatte er mooi net omheen. Maar wat gaat er nou eigenlijk in Parijs gebeuren? Want ik zie jou daar ook op de sprekerslijst staan. Ja, ik mag daar... ik ben er eigenlijk niet spreker in die zin, maar Master of Ceremony, zoals dat heet, dagvoorzitter. Waarbij ik wel een stukje spreek, ook natuurlijk over alle trends, de AI, de ChatGPT, et cetera. Maar ik ga sprekers aankondigen. En dat is allemaal heel last minute. Er zijn hele grote namen die nog niet bekendgemaakt zijn. En die mag ik dus ook nog niet bekend maken. Maar is wel verschrikkelijk leuk en eervol om die op het podium aan te mogen kondigen en daarmee in gesprek te gaan. Nou, hou onze kanalen ook maar in de gaten, want waarschijnlijk wordt er een deel ook van live uitgezonden vanuit Parijs. Dus dan kunnen we vanuit onze eigen werkplek of de thuisomgeving eventjes rustig meekijken. Helemaal goed. En wij zijn er weer op 10 juni, de tweede zaterdag van de maand zijn we er. Jazeker, en daar hebben wij dan in ieder geval Ronald Bos schuift dan aan, inderdaad. En we hebben een magische gast van wie ik de naam nog niet ga verklappen. En we hebben nog andere gasten, dus hou het in de gaten. Mocht u een thema-uitzending willen voor uw bedrijf of voor uw branche, wij kunnen de heleboel inpakken en bij u aan tafel komen om gewoon met de stakeholders te praten of met de gasten van het evenement of wat dan ook. Dat doen wij ontzettend graag. Dat doen we de laatste tijd ook weer steeds meer. Ja, absoluut. Dus er zijn ook speciale thema's. Corona schijnt voorbij te gaan, dus dat is wel lekker. Voorbij, hè? Ja. Maar dat zijn speciale thema-uitzendingen. Dus als u daarvoor voelt, neem ik vooral contact op. Want dat is ontzettend leuk. Dat doen we ook heel erg graag. En verder kun je natuurlijk altijd bij de vrienden van Showbird of de andere sprekerbureaus terecht. Als je denkt, van, nou, we willen die druktemakers wel eens met z'n tweeën zien in een trend battle. Of helemaal solo als dagvoorzitter. Kan allemaal. Maar dat was even meer om de schoorstenen door het laten roken. Ja, precies. Tussendoor. Ja. We gaan afronden. Het was een mooie uitzending. Ik heb veel geleerd. Ik ga hem ook even rustig terugkijken. En kijken wat er eigenlijk allemaal... Ja, ik vind het knap hoe er een gast minder is en we toch nog in 20 minuten uitlopen. No, maar we kletsen het zo vol, geen probleem. Dat doen wij net zo makkelijk. Bedankt voor uw geduld, ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot 10 juni. Tot ziens.